Yo, goeie avond. Weer lekker onverwacht, zoals altijd. Maar even gewoon een onaangekondigd low-budget streampje tussendoor. Gaan we gewoon rustig even spelen. Verder niks bijzonders, dus verwacht er niet al te veel van. Maar we gaan rustig even wat spellen spelen. Er zijn meteen al wel mensen in de chat. Tim, goeie avond. Timo, goeie avond. Gerrit, goeie avond. Crozan, goeie avond. Dennis, goeie avond. Tim, goeie avond. Hey, Dennis heeft alsnog gered. Piva, op, goeie avond. Yo. Gerard. Mo is aanwezig. Ghost Hunter. Iwan. Peter. Koen. Hoppakee. Ja, we gaan eerst even wat spellen spelen van Indigo en Atomic Slot Lab. Ik heb tijdens mijn vakantie en doordat ik ziek was, ik had eigenlijk wat artikelen beloofd op de website. Die zijn er toen niet van gekomen. Dus ik wil als goedmakertje even een uurtje Atomic Slot Lab spelen en Indigo Magic. Dus zeg maar tot 8 uur. Misschien kwart over 8, 8:30. En daarna kunnen er wat slotverzoekjes gaan plaatsvinden. Maar we gaan het low budget doen vanavond. Ik heb echt veel verloren de laatste tijd. Ja, hier moet je een hartje in het midden krijgen. Of een prinsesje. En je kan daar rechts kan je iets extra's aanvinken. En dan verandert die wat. Ik kan die multipliers opgeven. Dat doet hij nou niet, maar... Je moet eigenlijk een hartje erin hebben, dan heb je de bonus. Viva, ja, laatste keer als het goed is. Ik zeg al, ik had wel afspraken met hem gemaakt, maar die was ik niet nagekomen. Dus ik moet eigenlijk al een beetje... Ik zeg al, ik had wel artikelen had ik op de website moeten doen, die heb ik niet gedaan. Dus ik dacht van, nou dan doe ik als goedmakertje. Dan ga ik even wat spellen van hun spelen in de live. En dat doen we dus het eerste uurtje en daarna gaan we gewoon wat andere spellen spelen. Die nieuwe project, Sugar Rush gaan we sowieso straks even doen. Daar heb ik me echt gisteren compleet op dood gespeeld. Maar die gaan we zeker even checken. Ik heb je nog nooit Temple Temple zien spelen. Vind je dat geen leuk spel? Rick, zeker wel. Die kunnen we straks ook nog wel even doen. Ik heb alleen, dat zijn van die spellen waar ik iedereen mee zie winnen. Maar ik heb er nog nooit geluk mee gehad. Ik weet niet waarom, ik heb gewoon pech bij sommige kasten. Die van Ajax is er nu al klaar mee. Ja, precies. nee, maar dit, ik heb voor de website een samenwerking met Breck Gaming. En daar gaat ook anders vormgegeven worden. Dus ik ga waarschijnlijk geen streams meer doen voor hun. Om de spellen te promoten. Dus ik had ook al gemerkt, ik vond het zelf bijvoorbeeld ook... De laatste spellen van hun zijn wel leuk. Maar er zijn ook een heleboel spellen die ik echt niet leuk vind. En ook die de kijkers niet leuk vinden. Dus ik zeg van ja, het is leuk uit goodwill wat spellen voor jullie spelen. Los van die artikelen en zo. Maar ik heb daar zelf ook moeite mee om langdurig dit soort spellen te spelen. Ik speel dan toch liever Pragmatic of No Limit en dat soort spellen. Lalo, goedenavond. Robin, hoeveel heb je al verloren op Sugar Rush? 1000. Ik zal het ik. Tuinkebouter. Nou, ik zeg al, ik heb me er gisteren. Gisteren was hij dus gelanceerd. Ook compleet op dood gespeeld. Ik denk dat ik een kleine 1000 euro ermee heb verloren. Die is nog volatieler als het eerste deel. En ik vergelijk het een beetje met Razor Shark en Razor Returns. Razor Shark vond ik wel heel gaaf. Razor Returns is ook heel gaaf. Alleen die is zo volatiel dat het eigenlijk gewoon niet te doen is. Ik ga even de inzet iets naar beneden doen. Dan kan ik die... bonus symbool aanzetten. En dan dadelijk die andere ook nog wel even aan. Kijken of het echt veel verschil maakt. Dus ja, die nieuwe Sugar Rush is zo volatiel. Ik heb denk ik 8 bonussen gehad of zo. 6 of 8 bonussen. En ik ben niet verder gekomen als 4x. Dat was niet... Hey, bonus! Lage inzet, maar goed. Nee, Blodin vandaag... Dit is even een chill stream. Geen bonus hunt. Misschien eind van de maand komt er nog een bonus hunt voor Push Gaming. Daarna zal het even denk ik een weekje of twee stil zijn. In die zin dat ik... stil is een groot woord. Want ik ga naar Malta. Maar vanuit Malta, ik mag er nog niet te veel over zeggen. Maar er gaan ook wel leuke dingetjes gebeuren. Dus dan zal het waarschijnlijk via een ander kanaal gaan. En dan weten de meesten wel van jullie via wie dan. Maar goed, dat is al over een paar weken. Shirley, zonder reden weet ik Sugar Rush al niet moet spelen. Meteen een lege beurs. Ja, ik zou hem echt op een mini-inzet spelen als je hem doet. Of als je winst hebt. Wat ik vaak doe als ik winst heb,
Dan ga ik hele riskante gokkastjes doen in de hoop dat je even een leuke klapper kan pakken. Zo niet snel weggaan. Want het is echt gewoon, je moet gewoon die gelukstreffer hebben en anders kan die flink je geld opvreten. Chillstream vind ik leuker, gewoon gezellig. Ja, ik dacht dat in zo'n chillstream heb ik iets meer tijd om die chat, zeg maar, een beetje die vraag te beantwoorden en een beetje gezellig te kletsen. En normaal deed ik dit soort dingen altijd offline. Hetzelfde als met die bonus hunt. Die doe ik eigenlijk ook altijd offline. En dan tijdens bonus zelf. Meteen de bonus open live. Maar misschien dat ik in de toekomst bijvoorbeeld op woensdag of zo de live hunt ga doen. Om die bonus te verzamelen en dan op zondag gewoon openen. Ik hou wel van dat je meteen actie hebt. Maar ik denk, waarom doe ik die andere eigenlijk offline? Dat kan ik net zo goed online doen. Dat kletsen kan je wel goed. Ja, Koen, dank je wel. Maar ik kan af en toe slap ouwe hoeren, maar ik ben zelf eigenlijk best een rustige kerel. En ik moet zeggen dat als ik echt de laatste keer ook vijf uur live of zo, dan ben ik door dat praten wel echt helemaal gesloopt. Dus ik moet ook een beetje mijn modus daarin zien te vinden. Wanneer komt er een nieuwe community compilatie? Dat is altijd maar de vraag, FIFA. Was eigenlijk de bedoeling afgelopen zaterdag. Maar zoals je hebt gezien, is dat er niet van gekomen. Maar ik moet hem nog even monteren. Dus ik probeer hem morgen of overmorgen live te zetten. Ah, dankjewel, Koen. Ik vond Sugar Rush over het algemeen al niet erg goed. En slot omdat hij moeilijk is. Ja, de normale Sugar Rush was al... weet ik veel. 49 van de 50 bonus ruk. En dan één bonus... Die kon dan zo goed zijn dat je dan met die megaklapper de voorgaande verliezen kon goed maken. Maar ik heb voor maar één keer tijdens de live 700 euro bonus gehad met Sugar Rush. Daarna nooit echt, ik heb die max win of zo, die zie je overal vallen, maar ik heb die nog nooit gehad. Dus ja, als je dan met dit nieuwe spel 25.000x, ja, dan moet die gewoon extreem, ultra extreem volatiel zijn. Dus pas er echt mee op. Zit Julian van de ING in de nieuwe compilatie, vraagt Mo. Ik ga heel even kijken of ik het kan laten zien. Wacht even, dan ga ik even de andere dingen... Momentje hoor. De roofcamera. Kijk, ik kan laten zien wat ik allemaal binnen heb gekregen. Dit zijn allemaal big wins die ik binnen heb gekregen. Die ik nog moet doen. En daar zijn er echt giga veel. Dus in dat opzicht, ja, ik probeer het echt, maar ik heb maar twee handen. En omdat ik elk filmpje van live commentaar wil voorzien... daar moet ik echt voor gaan zitten. Meestal doe ik er dan doe ik dat één of twee keer in de week. En dan ga ik er 10 achter elkaar doen of 5 achter elkaar. Maar net hoeveel ik er zin in heb. Niek, we hebben geen bonus hunt vandaag. Maar ik zal deze bonus zo gaan openen. Want ik ben weer veel te veel aan het ouwe hoeren. Maar soms, ik heb zoveel van die films neem ik op. En ik probeer dat een beetje af te wisselen. Dat je niet bijvoorbeeld 10 keer Gates of Olympus in één community compilatie krijgt. En dus iedereen komt erin. Alleen ik... Ik kan niet precies zeggen wie wanneer komt. Maar misschien dat ik daar ook nog iets mee ga doen op de Discord of zo. Of iets in die richting. Drie handen. Oh ja. Ja. De midget die is ook aanwezig. Ja, deze hoef je niet veel van te verwachten hoor. Maar we kunnen even kijken snel. We gaan voor 10 rondes. Ik heb hier nog nooit echt mega mee gewonnen. Maar je moet dus heel veel van die upgrades hebben. Kijk hoe snel die gaat, hè. Dat is ongelooflijk. Er wordt al helemaal niks. Maar je moet die hartjes hebben voor... die prinsesjes, sorry. Nog twee prinsesjes nodig. Nog eentje. Oké, in ieder geval één upgrade. Maar jij hebt volgens mij drie upgrades nodig om het spannend te maken. En ik heb nog maar twee spins. Dat wordt lastig. Het is iets, maar valt tegen, denk ik. 8 euro, oké. Okay. Nog één vrouwtje, maar ik heb nog maar één spin. Dan veranderen die kikkers namelijk in andere... Nee, dat was het. 10 euro, daar zeg ik al, dat valt zo tegen deze.
Ik zal deze ook aanzetten. Probeer hem nog één keer te halen en dan ga ik snel een andere slot spelen. Ja, op zich is het wel een grappig bonusspelletje. En met die extra bed kan in het basisspel kan je redelijk wat upgrades krijgen als die zin in heeft. Deze moet je eigenlijk hebben. Alleen je moet die prins hebben, die linksboven, zeg maar. Maar hij kan ook heel snel je geld opvreten. Die Baron Bloedmolenkast nog geprobeerd. De grote zilverbuurt. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die nog niet geprobeerd heb, kerel. Het is echt weer een hectische week geweest waar je helemaal bang van wordt. En ja, net als net ook. Ik dan helemaal dag ben ik bezig, kom ik terug. Ik heb even snel een, weet ik veel, zo'n spaghettietje naar binnen gehaald. Een kant-en-klaar maaltijdje. Nou weer live. Ik kom nergens aan toe. Dat is echt een beetje irritant op een gegeven moment. Dus daarom zat ik ook te twijfelen of ik wel live moest gaan vandaag. Maar ik dacht van ja, oké, dan... Ik heb morgen niet heel veel op de planning staan, dus morgen ga ik wat dingen bijwerken en dergelijke. Jordi, dankjewel. Op 6, na 8 uur even, ga ik doen FIFA. Heb pas €800 gepakt op Dragon Hero. Dat snap je, Jennifer. Lekker, gefeliciteerd. De Discord is echt top geworden. Ja, ik moet eerlijk zeggen, want ik ben ook zo leek qua Discord. Maar ik begin het nou een beetje onder de knie te krijgen. En het is echt wel leuk. Ja, het is een soort WhatsApp Plus. Je kan er echt van alles mee. En het wordt al wel drukker in de Nedergaming Discord. Dus voor degenen die nog geen Discord hebben. Maak even een Discord account aan. En join de Discord. Een Nedergaming Discord. Dennis gaat wel de link hier in de chat zetten. Ik probeer het tegenwoordig ook allemaal onder de video's te plaatsen. En ik ga binnenkort ook wat dingetjes doen. Bijvoorbeeld sneak peek video's die nog niet op YouTube zijn. Die ga ik dan misschien een dag van tevoren op Discord zetten, et cetera. Zodat het ook de moeite waard is om daar eens een beetje te kijken. Pakt hij die lijn? Nee. Net niet. Deze spelen tot 1100 en dan even een andere. Goeie zaak dat je live bent, hoor. Scheelt in de drang om zelf te spelen. Ja, precies. Nou, ik zeg al, ik ben zoveel aan het verliezen de laatste tijd. Dus echt, daarom wil ik het een beetje low budget doen vandaag. Ik wil eigenlijk uiteindelijk 500 minimaal overhouden. Ik gooi echt de laatste maanden echt alles in de put. Yo, Tigo, goeie avond. Roy, dankjewel, jongen. El Shaik zegt, mijn vrouw won gisteren 2100 op Wild West Gold Megaways. Oh, wauw. Gefeliciteerd, man. Dat is een tijdje geleden dat ik die heb gespeeld. Wel die Wild West duels, die vind ik al heel leuk. Maar dat is een... Hey, bonus. Dat is een beetje hetzelfde als die Zeus vs Hades. Nou, meer dan een tientje, kom op. Cash dan nu 500 uit. Ja, maar het punt is, Mo, ik ben ook zo'n... ik wil niet zeggen een autist of zo, maar... Als ik zeg maar, stel dat ik met 500 zou starten deze hunt. Als ik dan onder die 500 kom, ga ik voorzichtig spelen. En dan gaat hij al richting de 0. Dat is ook een psychisch iets. En dat vind ik op een of andere manier lastiger als ik €1000 heb. Want dan kan ik nog van 500, kan ik nog eventueel 400 maken, zeg maar. Maar ik ben een beetje een rare wat dat betreft. Kom op, meer dan €10, kom op. We gaan nu gewoon voor de max. Dan is het heel snel over waarschijnlijk. Het is jammer dat hij zo turbo is, deze bonus. Anders was hij echt heel gaaf. En niet eens prinsesjes. Boah, wat is dat dan? Eentje, dat is te weinig. Ik heb nog maar 4 spins. Wat is meer als... Oh, precies €10. Dat hadden we net ook. Kom op, 1 prinsesje nog. Oké. Net geen goede combi. Ja, die is 5x. Je moet er meerdere van hebben, dan kan het leuk zijn. Oh, 1 prinsesje voor de upgrade. Ja. En die gouden moet je dus hebben. Dat doet hij weer niet natuurlijk. Oké. Nee, net niet. Oh, de hartje moet erin en dan is het een upgrade. Of een extra spin. €27. Oké, beter als niks. Ik zeg wel, hij gaat eigenlijk te snel naar mijn mening. Kan je geen retrigger krijgen? Ja, voor mij als je een hartje hebt in de middelste... Dan krijg je een extra spin. Ah, zo zit ik ook, Robin. Ja, precies, Erwin. Ja, iedereen heeft zo'n beetje zo'n dingetjes natuurlijk. Ja. En als hij zo kust, maakt hij hem wel. Dus je wil eigenlijk... aangezien hij hem toch wel maakt... die 5x hebben en dan in combinatie met zo'n gouden manneke.
Heb je wel Swarms nog geprobeerd? Beetje hetzelfde principe als met Sugar Rush Blood-In. Ik heb me daar helemaal op kapot gespeeld. En dan zag je bij die slotdienst, die wonnen daar 14.000 euro mee. Toen we 4.000 euro. En joh, ik krijg alleen maar 0,1x superbonussen en dergelijke. Ik had tijdens de live met die Shamrock heb ik iets meer geluk mee. Oh. Die is iets minder erg als die Wild Swarm. Vind ik ook leukere bonus, die superbonus. In de zin dat heb je een soort Razor Shark. Maar dan duwt hij dat zeewier zeg maar omhoog. Ja, de slotbies die zit echt in een heerlijke winning flow. Kan je vandaag Buffalo Blitz spelen? Heerlijk nostalgisch kastje. En wat is dat dan? 4x? 8,50. Wat dan? Kikkers of zo. Buffalo Blitz. Ik weet alleen niet of die hier te spelen is, Viva. Want die is van Playtech, denk ik. Ja, eerst even een uurtje Atomic en Indigo. En daarna kunnen we wat slotverzoeken doen. Vandaag onderbroek verloren helaas, zegt Jort. Dat is klote, man. Ik zeg al, ik heb ook heel veel verloren de laatste tijd. Dus ik moet ook een beetje op mijn budget letten. En ik heb van die periodes dat ik gewoon niks kan winnen. Ik wil gewoon even, al is maar 500 euro, dan speelt het ook een stuk lekkerder. Maar ik duid... Ah, kom op. Hart? Nee. Hoe is dat mogelijk, hè? Ze kan toch maar blijven kussen. Dus ze moet nou linksonder kussen. Dat doet ze natuurlijk weer niet. Of twee keer kussen, dat er een multiplier komt, want dan word je pas weld. Mo, dankjewel, jongen. Super bedankt. Rouge Rats 1, slot van Elk Studios. Gisteren mooi geld meegepakt. Dat is lekker, Aaron. Ja, Elk. Ik ben heel fan van die Nitropolis-serie. Ze lanceren tegenwoordig elke maand een nieuwe Nitropolis-kast. Het punt is bij Elk dat... Het is leuk om te spelen, maar je wint er nooit wat mee. Ja, een keer 100 euro of zo. Je kan wel lang met je geld doen, dat is dan wel weer leuk. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord die echt dik heeft gewonnen met Elk Studios. Je hebt zeker heimwee naar de Return of the Green Knight win. Ja, precies, Viva. Het zou zo lekker zijn... Als je ziet als je weet hoeveel ik speel. Ja, nou moet ik toch wel af en toe eens een keer zo'n win pakken. En ik heb toen dan in december een paar keer heel veel geluk gehad. Dat moet ik dan ook zeggen. En ik heb elk jaar eigenlijk wel zo'n geluksweek. Maar vaak ook 8 maanden waarbij het helemaal kloot is. En daar zit ik nu middenin. Ga je zo live games spelen? Finn? Ja, dat is het lastige. Ik moet dus oppassen met mijn budget. En ik vind die live games ook kei leuk. Maar die kost gewoon zo snel heel veel geld. Dat ik die eigenlijk alleen speel als ik winst sta. Maar er gaat binnenkort misschien verandering in komen. Want ik heb een nieuwe. Ik ben bezig met een nieuwe samenwerking. Ik kan er nog niet al te veel over zeggen. En dan moet ik ook wat reviews gaan maken voor wat nieuwe live games. Dus dan ga ik het zeker weer oppakken. Alleen verwachtbaar tot en met april. Dat het een beetje provisorisch is allemaal. In die zin dat ik over 2 weken dus naar Malta ga. En ja. Dan verwacht ik dat er flink wat vertragingen komen. Kom op, een multi. Dat is redelijk, denk ik. Maar het is maar één klein lijntje. 9 euro, ton, mannen. Hoeveel sta je af als je wint? Wat bedoel je daar precies mee? Want ik speel in principe gewoon met mijn eigen geld. En ik probeer dan via de websites inkomsten te creëren. Dat ik wat meer budget opzij kan leggen voor... Voor de stream. Dus als ik win is het gewoon maar... Ja, dan is het gewoon direct winst voor mezelf. Maar ik zeg wel, ik ben alleen maar aan het verliezen de laatste tijd. Altijd een gedeelte uitcashen. Ja, nee, precies. Maar ja, dan moet je wel iets winnen. Kijk, als ik 100 euro win, ja, dan word ik ook niet vrolijk. Bij Rookrijd is ook zo echt gevoel dat je bijna niet kan verliezen. Ik ga die binnenkort wel even spelen. Ik ga misschien even een reviewtje over maken. En misschien dat we die straks even kunnen doen als het budget het toelaat. Deze stream Max Win, Robin. Ja, ik heb nog steeds geen enkele Max Win gehad. En ik zeg al net dat lijstje met die inzendingen die ik allemaal binnenkrijg. Ik krijg denk ik wel 40 van die Max Wins binnen elke week.
Dus dat is om jaloers op te worden, maar ik heb nog nooit een Max Min gehad. Oh, hij bedoelt belasting. Nee, belasting hoef je niet te betalen in Nederland. Dat doen de casino's voor jou. Kansspelbelasting in ieder geval. Ja, in principe zou je dan nog, als je echt heel dik wint, inkomstenbelasting of vermogensbelasting moeten betalen, maar dan moet je wel echt heel dik winnen. Deze maar tot de 1110, dan gaan we even een andere proberen. Max win op Sugar Rush 1000 gaat gebeuren vandaag. Dat zou ik heel knap vinden. Ik zeg al, ik heb een 2x of zo. Nee, 10x is denk ik het hoogste. Wat ik tot nu toe gelukt heb. Pirates is echt een riffel op. Vind ik een heel tof spel. Je wint er niks mee. Maar ook mijn ervaring, Aaron. Je kan tegenwoordig wel die X-Bet feature gebruiken. Maar ja, dan heb je wel snelle bonus. Hey, bonus. Maar, dan kan die. Dan speel je ook met 3 keer je inzet. Dus als je op een eurotje speelt, moet je 3 euro per draai doen. Met die X-Bet. Krijg je wel snelle bonus. Maar als je geen zin heeft. Ja, ik had de laatste keer 100 euro. Ik heb het zitten tellen. 3,5 minuut was weg. Dus pas daar wel mee op. Het muziekje, ik weet eigenlijk niet of ik hem ingesteld heb vandaag. Maar ik zal daar even kijken. Moet ik wel een beetje een win hebben. En dat vind ik dus wel het lastige met die Atomic Slot Labs en Indigo. De nieuwe spellen zoals deze, die zijn best grappig. Alleen om er echt een 1000x te pakken, dat gaat bijna niet. Dus ik heb ze wel gevraagd, maak nou alsjeblieft een paar van die spellen. En ik heb binnenkort een gesprek met hun designer. En dan mag ik zelf wat input geven, dus dat is wel leuk. Crazy Time, Maaike, misschien. Maar dan moet ik echt wel... We gaan winnen met de slots. Muziekje alleen als je dik wint. Ja, precies. Zo verlies je ook snel veel geld. Ja, precies. Want als je pech hebt, krijg je geen bonus. Nee, dat klopt. Maar bij sommige slots kan je wel... Kan je nog 100 euro. Kan je nog redelijk mee draaien. Dan nou, pakken die blauwe dan voor de verandering. En je kan ook op 50 of 60 cent spelen. Kan je relatief lang spelen. Oké, okay. Multi. Ja, ja, dat is redelijk al meteen. 20 euro, dat is de beste natuur. Hup, 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 klein hopje. Nou, één prinsesje nog. Ik heb een hartje, dat moet in het midden vallen. Ah, en niet allemaal dood nu meteen, hè. Hé, hartje, kijk, dat is een gratis spin. En een upgradeje. Maar hij moet 3 keer upgraden, dat heb ik nog nooit gehad. En dan veranderen al die kikkers in mannetjes. Ah, die had moeten vallen. Oh, allemaal dood nu. Oh wel, 1 gratis spin, oké. Okay. Oh, jongen, jongen. Net te weinig. Dat is altijd, hè. Maar het is de beste dat ik doe. Wat is je favoriete slot? Ik heb van... Laura heb ik trouwens gemist. Wat was je grootste verlies op een dag? Ik denk iets van 8000 euro. Maar dat is lastig te zeggen. Omdat ik soms als ik in de... Als ik win, dan kan het ook in één keer tak, 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 tak gaan omhoog. En dan word ik iets optimistisch. Dan ga ik ook inzet spelen en dan kan het ook in één keer naar beneden gaan. Finest Kitchen, goedenavond. Pirates 2, Mental Road Rage. Die ga ik straks zeker ook spelen. Yo Twan, goedenavond. Ik ga heel even een ander slotje pakken, hoor. Die Seven Face heb ik ook al wel redelijk wat geluk mee gehad. Al is het... Ik ben tegenwoordig al blij als ik meer dan 50 euro pak. Ja, gewoon... Dat zijn ook... Oh ja, precies, Viva. Maar ik zeg altijd, dat gebeurt me eigenlijk alleen als ik een mega winreeks heb, hoe raar het ook klinkt. Want ik ben toen een keer met die Monopoly live, toen ging ik van 100 euro naar, ik denk 17.000 euro of zo, binnen een half uur. En dan word je, ja, dan gaat de adrenaline zo door mijn lichaam heen, dat ik, dan ga je in één keer gewoon met 10, 50, soms wel eens 100 euro per draai doen. En dan kan het in één keer heel snel gaan. Vandaag 20k verloren met crypto. Oeh, dat is zuur, Gary.
Robin, de titel op Kick staat nog steeds op 1800 euro bonushunt. Ja, precies, maar dat... Ik weet het. Ik zal even kijken. Het lastige is... Ik kan alweer net... Ik weet allemaal niet hoe ik dat allemaal instel. Ik ben daar ook zo'n maloot in. Hier, ik weet niet eens waar ik moet klikken. Ik heb bij de stream hier. Je kan ook niet wijzigen. Ik heb geen flauw idee hoe dat werkt. Dus ja, daar ga ik de andere keer even naar kijken. Het lastige is, als ik stream via Restream tegelijk naar Twitch, YouTube, Kick. En dan kan ik een titel invoeren. En die pakken ze allemaal over, behalve Kick. Dus dan moet je dan handmatig invoeren. En ja, dat werkt niet helemaal goed, zeg maar. Zag je die? Toevallig was ik net aan het kijken, Karel, met Left Lane. Wat een fans dat ook, zeg. Hij maakte wel de show van, dat moet ik dan wel weer zeggen. Maar dat was ook voor hem heel fijn. Want hij heeft voor mij 6 streams gedaan. 7. Oh. En van alle 6 streams heeft hij altijd 1000 euro verloren. Dus dan is wel, oké, dus lekker als je een keer zo'n win pakt. Want anders kost het gewoon zoveel geld, dat is niet te geloven. Kom op. 7. Nee. Paars? Oké, okay. 7 nou. Of sleutels? Ah, oh, net niet, hè. Wissel maar van Tina inderdaad. Inderdaad, 5 rug had hij. Maar er was wel een bonus bij, op een illegaal casino. Maar goed, dan nog. Hij verliest heel veel natuurlijk. Dus dan is het alsnog fijn als je wint. Paars, kom op. Nou, dat is lastig. Oké. Okay. Deze moet je maal 7 hebben en dan kan hij die maal 77 geven. Maar zo te zien heeft hij daar niet heel veel zin in. En dat is bij mij het punt als ik in zo'n downstreak zit. Dan maakt het niet uit welke kast ik pak. Alles verlies ik. Maar goed, we blijven open. Yo, mijn moeder aanwezig. Hoi ma. Uitgecashed, heb er een auto van gekocht. Kijk, dat is lekker, Roy. Wat voor auto heb je gekocht? Jort, ja zeker. Ik ga misschien ook straks in de toekomst een keer met Left Lane streamen. Hé, hey, bonus! Hop, 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 hop. Mijn moeder brengt geluk. Maar ik zit een beetje in dubio, omdat bij Left Lane het publiek vrij jong is. En ik moet een beetje meer in die straattaal komen, want ik versta vaak de helft er niet van wat ze zeggen. Maar mijn schema, ik wil niet elke keer zielig doen dat ik het druk heb. Maar mijn schema is zo vol de laatste tijd dat ik gewoon... Ik wil ook af en toe een beetje rust hebben. Ik blijf wel een Indo, hè. Dus ja, dadelijk ga ik naar Malta toe. Als ik terugkom van Malta is mijn schema iets rustiger. Al is het in juli ook alweer helemaal volgepland. Maar dan wil ik wat meer van dat soort dingen ook gaan oppakken. Kunnen we een crowdfunding opstarten voor een nieuwe bureaustoel, Robin? Ja, precies, Laura. Ja, ik zak er bijna doorheen. Maar als ik ergens aan gewend ben, dan kan ik er geen afstand van doen. Hellas Cashbank. Nee, maar in principe moet 24 plus zijn. Dat is bij mij ook niet allemaal, hoor. Maar dat is... ik moet dat percentage juist omhoog krikken. Maar ook gewoon vooral die... dan praat hij weer over Doezoe en dit. Ik moet er dan echt op Wikipedia gaan opzoeken van wat betekent dat. En zo gebruikt hij 6 van die woorden en ook die chat. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, zeker ook... ook wel gaaf om een keer te doen. Gewoon een dagje Rotterdam-Zuid op taalcursus. Ja, precies. Waarom zet je geen beginsaldo... Oh, gaat weer veel te snel die chat. Waarom zet je geen beginsaldo ergens meer? Zoals Let's Give It A Spin. Ga ik binnenkort allemaal doen. Maar dat zijn ook allemaal van die dingetjes op mijn to-do-lijstje. Ik wil ook eigenlijk zeg maar het aantal kijkers bijvoorbeeld in het scherm zetten en dergelijke. Maar dat is allemaal van die dingen. Daar moet je dan weer een dag voor gaan zitten. Om het uit te zoeken, om het werken te krijgen, et cetera. En dat, ik zeg wel, ik ben een beetje een lakse Indo, dus dat komt er af en toe wel, duurt altijd wel langer bij mij. Dan kan je zien hoe oud je kijkers zijn gemiddeld, zeker. Ik kan dat via YouTube Analytics, zeg maar, ja, niet tot aan de gebruiker gezien. Alleen dan staat er een nummertje bij en dergelijke, omdat vanwege privacy mogen er geen namen bij zetten.
Ja, Wikipedia. Iemand zei laatst ook, doe eens een keer een dap. Ja, nee, ik ben ook zo'n dinosaurus die er onder een steen... ik ga hem zo openen, Tjecht. Maar ik ben zo'n dinosaurus die dan onder een steen leeft. Dus dat, ik weet niet eens wat een dep of een dap of een dap. Ik weet niet eens hoe ik het eruit moet spreken, maar goed. Go, go, Chloe. Robin, ik wil je wel waarschuwen. Oké, benieuwd waarvoor. Hoe langer je wacht, hoe minder die opbrengt. Ja, precies. Ja, ik ben af en toe langdradig. Sorry. Maar we gaan kijken. Kijk, alsjeblieft, een paar multiplen. Maak het op zich op zijn minst spannend. Oké. Ah, jammer. Had een multibike moeten, was leuk. Kom op, niet allemaal dood hoor. Sleutels. Sleutels. Of die flesjes, oké. Nog eentje, kom op, en een multi. 5x. Net niet. Oh. Kom op, maak het één keer spannend. Klavers. Nee. Yo, dankjewel, Senke. Maar het gaat hem niet worden, denk ik. Doe dan een retrick of zo. Oh, net die ringetjes niet, hè? Kom op. Laatste. Oeh, wat een lastige. Kijk, het zijn allemaal van dit soort bonusjes. Daar word ik helemaal simpel van. Maar goed, qua bonusjes mogen we al niet klaar. We hebben wel wat bonusjes gehad. Die 7, pak die maar. Ah. Ik heb 5 dagen in de week bij AC. Ik werk er. Ik had die van Chloe nog even gemist. Mooi ventje bij mij. K3, dankjewel jongen. Je bedoelt Kim Hultman. Let's give it a spin. Oprichte casino accounts. Joe. Ja, precies, Chloe. En daar zit ik hem een beetje mee in mijn maag. Maar goed, ik heb hem ook gezien. Kan je een shout-out doen naar Comans. Bij deze groeten, Comans. Namens Nedergaming en Lunk Stefanus. Ja, Hellas. Hij richt zich gewoon op een bepaald publiek. En je moet ook zien dat die left lane... Ergens is het ook geniaal. Want hij weet precies wat zijn publiek wil. En daar speelt hij gewoon... Hey, weer een bonus! Op, 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 op. Daar speelt hij precies op in. En het is... Ik wil niet zeggen dat het een act is. Maar het is ook een vorm van entertainment. En dat doet hij gewoon heel goed. Alleen ja, met bepaalde scheldwoorden en dergelijke. Daar moet ik een klein beetje mee oppassen. Maar ik heb toen ook gezien en, hoe hij dat deed bij de jongens met de slotbeast. Daar hebben ze toen in Tsjechië wat gedaan. Ja, het zijn gewoon hele goede gasten. En ik heb er nog niet echt super contact mee. Maar daar kijk ik misschien... ja, ik moet er nog een beetje naar gaan kijken. Ja, precies, FIFA. Dus ik begot niet of het een goede combi is. Maar goed. Als je het niet probeert, weet je het ook niet. Zo is het dan ook weer zo. Kom, meer dan 20 euro. Doe het. Oké. Blauw. Ja. Rood. Nee. Kom op, één leuke. 50 euro ben ik al blij. Blauw. Oké. Wel een leuke 7's of zo. Nee, net weer niet, hè. 10x. Maar net met een te lage prijs. Dat is wel jammer. Kom op. Iets. Vraagtekentjes, doe het. Oké. 7's. Oké. Wordt lastig. Ja, dacht ik al. 1 leuke, kom op. Oh. Please. Rood. Ja. Wel een 10x blauw dan. Ja, als ik nou nog... Wordt lastig. Wel een 20x. Net niet lekker elke keer, hè. Dat was hem. Elke keer net niet lekker. Maar op zich heeft het nog geen geld gekost, deze kas. Liever iets proberen en ervan leren dan nooit iets proberen. Zeker, FIFA. Daar ben ik zeker voor.
Deadbuilder, leveling is een goede gast, man. Juist niet negatief. Ja, precies. Dat is ook mijn ervaring. Het is alleen de eerste indruk van hem, als je hem niet kent. En je bent een ander type dan hem. Dan kan hij anders overkomen. Maar als je er echt... Je moet er een beetje doorheen prikken. En dan zie je gewoon echt dat het een gouden gozer is. Oké, okay, hoeveel huizertjes? Ja, nou wordt lastig. Paars misschien? Nee. Kan je shout-out doen naar mijn maat Pim Kraken bij deze. Pim, groeten van Nedergaming namens Jopie. Vroeger had je ook Spinitwix of Spintwix en David Laboski. Roy, zeker. Ik heb David Laboski, heb ik... Hey, weer bonus! Wat is dat dan? David Laboski heb ik vorig jaar nog mee op het terrasje gezeten hier in Amsterdam. Die zat eraan te denken om met een comeback te komen, maar hij gaf toen al aan van ik weet het nog niet en ik moet er nog naar kijken. Maar dat is ook zeker een goede gast en die was echt mega. En dat is een Nederlandse kerel, hoor. De stream van gisteren was gehouden, ja zeker. Gates of Olympus, misschien die gaan we straks zeker nog spelen, Nick. Atulkai, dankjewel jongen. Kom op, één keer. 50 euro, ben ik al blij. Kom op, doe het. Met 50 euro of een retrigger. Doe eens een keer 7, snoes gek. Wordt lastig. Oké, okay. Dit wordt lastiger. Oké, okay, 14 euro. Ik heb ook niet het idee dat hij doorzet. Vandaar dat ik ook nog niet heel enthousiast word. Pak die 7 een keer, joh. Hé! Hey! Maar dan doorzetten. Ah! Ah! Oké. Okay. Zet nou eens een keer door. Nee! Maar op zich... Oh, ik heb nog spins. Ik had niet eens gezien dat ik dat over was. Zet nou eens een keer door. Sleutels. Rood of sleutels. Oké. Okay. Rood nog? Nee. Laatste. Les best. Zevens. Doe het. Ja. Blauw. Dan kan het leuk zijn. Oké. Okay. Retrigger zou ziek zijn. Paars. Doe het. Retrigger of paars? Allebei niet. Oh ja. Retrigger. Bam. Nou, de 50 hebben we gehaald. Maak het een beetje spannend, kom op. Oké. Okay. Kom op. Maal 10. Redelijk. Beste bonus voor vanavond. Oké, okay. Rood of blauw? Ja? Lastig. Ringen? Dat is toch geen slecht, hoor. Hop, hop, hop. Klein hopje, een meiertje. Doe eens een keer een dikke multi. Meteen een 10x of zo. Kom op. Ah, nou, niet allemaal doodgaan nu, hoor. Nog één leuke hit, kom op. Oké. Okay. Multi. Oh, die flesjes, dat was dik geweest. Doe het, retrigger. Oh, allemaal dood. Oh, nee, hè. Oh, waarom geen multis? Maar goed, 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 goed. Dat was de beste tot nu toe. Samen Wikiet, dat is al iets. Ben je verslaafd? Rikandel, sorry. Zeker. Maar wel belangrijk om te vermelden, ik ben niet probleemverslaafd. En het is ook gedeeltelijk mijn werk, dus ik probeer het zo te combineren. Maar ik ben zeker wel verslaafd. Flesjes.
vanaf werk toch even kijken, dokter Luxer. Yo, goedenavond. Frikandel, ja, ik zeg altijd, ik heb slechte ogen, hè, dus ik lees het af en toe verkeerd. En ik kijk dan vanuit mijn ooghoek naar die chat. Oh, was maar een grapje. Biertje en een snack erbij. Dankjewel jongen, leuk om te horen. Ik heb, ja, Slabby, we hebben het net toevallig over die left lane gehad. Moet je even de chat teruglezen, maar ik heb dat zeker mee. Keek toevallig net toen hij die big win had. Dus dat was hem echt wel gegund. Ja, dat was eigenlijk een leuke, maar. Of het was een leuke. Het was niet heel dik, maar... Het zorgde ervoor dat ik in ieder geval geen verlies had. Doet me denken aan Bastiaan Adriaan. En Robin. Bastiaan Adriaan, die had ook een Robin. Speel je bij 7-11? Ik speel vandaag bij 7-11 inderdaad. Ik ga binnenkort weer bij andere casino's ook even een streampje doen. Dus ik denk... tot de 12.50 en dan gaan we even een andere proberen. Ik ben vandaag al de hele dag aan het gokken. Sta inmiddels 800 in de min of Sugar Rush 1000. Speelde met net 400 bets. Babi Jan stijl. Ja, die Sugar Rush 1000 is echt mega gevaarlijk. Wanneer HC Enschede? Ja, ik ga in de zomer een paar honderd casinootjes weer bezoeken. Als ik dan ga, dan laat ik het ook wel even weten aan iedereen. Dus dan degenen die zin hebben, kunnen dan meekomen kijken. Gates of 7-11, die gaan we straks zeker ook even sturen. Even spelen. Kijk hoe snel het ook weer eraf gaat, hè. Kan je me maar Vince wat positieve woorden geven? Hij moet morgen afrijden voor zijn rijexamen. Twan moest hij niet vorige week ook al afrijden? Of is hij gezakt vorige keer? Maar Vince, heel veel succes morgen met het afrijden. Ik hoop dat je gaat slagen. Dat gaat wel goed komen. Als je maar rechts rijdt. Ik ook. Reis of Olympus. Dat wordt een lastige klavers. Nee. Ah, gezellig hoor. Op, op, op. Keanu. Sigaretje erbij. Hoe zend ik een dikke win in? Robert, je kan op de Discord. Dennis stuurt zo wel even het linkje in de chat. Daar kan je tegenwoordig ook je big wins insturen. Kan je ook je inzendingen doen voor het Push Gaming toernooi dat deze maand loopt. Iedereen die voor Weltswarm 2, Shamrock Change, Samurai Katana of Big Bite een leuke win hebt, stuur hem op de Discord door. Of je kan ook mailen, Robert, naar info@nedergaming.nl. Dan neem ik hem mee voor de compilatie en of het Push Gaming toernooi. Echte gokkers stoppen pas als ze de jackpot pakken. Nou, dan kan je heel lang wachten, denk ik. Ik heb nog nooit een echte jackpot gewonnen. Robin, een vraagje. Roept u maar. Was mijn andere maatje Derek. Die had zijn theorie-examen vorige week. Helaas gezakt. Oh, balend, man. Ik kon me er nog iets van herinneren. Het voordeel bij deze is, je kan relatief lang spelen. De crypt nog vanavond, die kunnen we misschien straks ook nog wel even spelen. Zo'n gevaarlijk kastje ook weer. Heb weer een cartoon gemaakt. Ben benieuwd, ik ga straks even kijken, Mo. Yo, maatje. King Harry, goedenavond. Ik heb een casino om de hoek. Moeten we soms ook inhouden, pakken we soms ook leuk op roulette. Liam, goedenavond. Slabby, goedenavond. Zien we jou eerdaags een collab doen. Er komt binnenkort iets aan met Slotbeast ook weer. Dus zeker. Wat is dit voor geitenslot? Nee, deze serieus best wel leuk. Een beetje hetzelfde principe als Gates of Olympus. Maar we wouden eigenlijk bij de 12.50 stoppen. En je moet die 7x halen en dan kan je een 77x multi hebben. Gooi even je tune in voor de positiviteit. Bij de eerstvolgende bonus. Gaan we even een spelletje pakken waar we snel de bonus hebben. Eerst over Ferry dus even nog doen.
WC Experience. Dat is lang geleden hè, dat ik die naam heb gehoord. Leven die nog? Eerst even laag budget, laag inzet doen. Even kijken of hij er zin in heeft. €3 had die free spins moeten zijn. Als Robin nou even de WhatsApp openhoudt, en die heb ik open. Oh, Mike de Roy vraagt of zijn shirt al binnen is. Ja en nee. Ik zal het even laten zien. Ik heb toevallig de doos open. Of binnengekregen. Er is hier één grote Panzer binnen. Dus ik heb ze hier allemaal liggen. En dan ga ik ze binnenkort, of binnenkort, morgen staat eigenlijk de planning om alles in zakjes te doen, et cetera. En, ja, dan worden ze morgen gestuurd, of, maar reken maar op overmorgen. Dus dan moet het binnen een weekje bij jullie zijn. Dead Canary, straks ook even kijken, Benno. Ik heb al heel veel verzoekjes gehad. Misschien wel de badjas in plaats van de onderbroek verloren, ja. Ja, het is wel grappig dat mensen daar zo daar roken. Dat, de een is daar, vindt dat super leuk, de ander vindt het verschrikkelijk. Ja, ik heb twee dingetjes, roken en gokken. Hey, 20 euro. Hardcore Gabber, goeie avond jongen. Sugar 1000 al gespeeld, zeker Code Wit. Helemaal kapot gespeeld. Maar die gaan we straks zeker nog even proberen. Ik speelde eerst ook een game met een bokser die steeds een ronde verder kwam. Ik heb al een tijdje niet meer gezien. Chloe, ja, dat is die van No Limit. Kunnen we straks ook wel even doen. We moeten veel nog doen vanavond. Yo, hippie, goeie avond. Lekker paf, man. Leef maar één keer. Ja, er komt misschien een moment dat ik ga stoppen. Ik ben dan zo'n type die gewoon van alles of niets gaat, dus dan stop ik gewoon van de een op de andere dag waarschijnlijk. Ik ben echt anti-roken, maar dit past er gewoon bij hier. Een dikke joint, oh, de cage, dat was hem ja, Theo. Is Miss Mel er ineens bij vanavond, vraagt Rick. Nee, die heb ik nog niet voorbij zien komen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had het weer niet aangekondigd dat ik live ging natuurlijk, dus... het zijn nu toch allemaal toevallige kijkertjes. Ik merk wel het verschil. Als ik dat van tevoren aankondig, dan is het ook drie keer zo druk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, soms vind ik het wel lekker als het een beetje minder druk is in de chat. Ik kan het nu al bijna niet bijhouden. Hippie, het is, we staan nog een beetje break-even. Dus voor mijn doen de afgelopen tijd is dat al niet heel slecht. Een paar weken geleden won ik de troostprijs, heb nog niets binnen. Ben je mij vergeten of druk maatje? Ik laat toevallig net zien dat ik alle spullen net binnen heb gekregen. Dus ik ga morgen en overmorgen alles verzenden. En ik weet, ik ben daar een lakse indo in. Maar het heeft ook mee te maken dat het eerst naar de drukkerij moet. Die moet weer een goedkeuring geven. Dan gaat hij weer terug naar de webshop. Die stuurt vervolgens weer naar mij. En ik stuur vervolgens weer naar jullie. Dan moet ik er nog een leuk zakje bij doen. Met een blaadje erbij van gefeliciteerd met je prijs. En ik doe dat niet voor elk shirtje. Dus meestal wacht ik tot ik... een x-aantal shirtje in dezelfde maand heb en dergelijke voordat ik een pakketje verstuur. Anders kan ik ook 30 keer die verzendkosten betalen. Ja, Road Race is ook een van mijn favorieten hoor. Ah. 5 stoplichten bij Road Race? Oh Mike, ik ben jaloers. Je weet niet weet hoe vaak ik dat spel gespeeld heb. Ik heb nog nooit 5 stoplichten gehad. Oh, en dan nog maar €200. Ja, dat zou ik niet goed worden. Ja, dat zijn gewoon van die echte... Oh. Bonusbijkasten. Nee, 7-11, Emre.
En ik haal het logootje weg, omdat ik... dat is meer uit voorzorg. pirates kunnen als we... Hé, kom op, vraagteken, doe bonus, alsjeblieft. Minor, wat is dat? 20 euro, kan wonnen. Doe dan die major. Maar we hebben een jackpot! Welk casino is voor het beste voor bonushunt? Ja, dat maakt in principe eigenlijk niet heel veel uit. Ik speel gewoon graag bij 7-11, maar dat is ook omdat ik daar op affiliate kant mee samenwerk. En omdat ik een gewenningsdier ben, dus ik vind het gewoon een fijn casino ook om te spelen. Maar bijvoorbeeld Canzino vind ik ook heel fijn, omdat die ook gewoon een groot spelaanbod hebben. Unibet zou ik normaal gesproken ook zeggen, dat is een goed casino. Is het ook. Alleen die hebben de RTP verlaagd, dus daar zou ik dan minder graag gaan spelen. Jack's is ook wel fijn. Je wint net de jackpot. Oh, dat had ik eigenlijk moeten doen, Chloe. Maar ik had een check bonus, ja. Maar ik kan hem zo wel instarten, hoor. Ja, Unibet, slechte RTP, maar het, heel eerlijk, die hebben al giga spelaanbod. 11,47 startbedrag, ja inderdaad. Het gaat nu al een beetje de mindere kant op. Deze speel ik tot de 11,50. Squid Game slot gespeeld. Squid Game, is dat niet die Netflix serie? Het zegt, me iets, maar ook weer niks. Ferry dus. Ik vind dat wel een grappig spelletje, hoor. Ik kan er redelijk... Als hij af en toe die bonus geeft, in ieder geval. Ik wil... Mixel zegt, ik wil graag via jouw GG-poker downloaden. Kan dat? Nee, nog niet. Ik wil het zelf ook weer gaan oppakken, want ik heb heel lang gepokerd. En ik zie af en toe die slotbies daar pokeren. Daar kreeg ik er weer helemaal zin in. Alleen qua stream is dat voor mij niet interessant, omdat ik in mijn eentje ben. Starbucks gespeeld. Zeker. Alleen die extreme versie is super gevaarlijk. En u, Willem, goeie avond. Je hebt niet heel veel gemist hoor. Het is gewoon een lekkere chill stream. Niks bijzonders. Theo. Nee, Tombstone heb ik nog niet... ik heb wel eens een keer die superbonus gehad, maar nog nooit echt een lekkere win op gehad. En wel video's op YouTube voorbij zien komen, maar... ja, die kan wel echt enorm ziek zijn. Daarom zie je ook bij veel sites dat je daar een max bet van een euro hebt. Met een bet van 5 euro hier 100 free spins op gehad, S. Oké, ja, dat is wel echt ziek. Ik heb ook één keer die 100 spins gehad. Maar voorlopig is hij in afpakmodus, dus we gaan zo een andere doen. Lees mijn bericht, Robin. HKN, HKN, HKN. Goedenavond. Maar even teruglezen. Hey Marian, lang van Zwam. Goedenavond. Yo, gezellig met je man aan het kijken. Ik moet te ver teruglezen, HKN. Ik kan het niet... Moet je even, als je iets belangrijks hebt, even herhalen. Ik heb het gemist, sorry. Ik zeg al, ik ben niet heel scherp vandaag. Aaron, ja, voor mij had ik toen 300-400x. Niet fantastisch, maar het is gewoon leuk dat je dan een hele lange bonus hebt. Superstream meneer Hoppelpop. En Kars Dolstra, dankjewel jongen. Nou, dan zullen we daar voor de donatie dan, doen we een muziekje instarten. Als die pakt toch. Ik hoor mezelf alleen niet. Hoppakee. Super scooter. Zo. Komt ie dan. Ga met die banaan. Wow. Lekker dat geluid erbij. Gaat wel lekker. Alweer een winnaar. Nee, precies niet tijdens die ring. We
Bop. Ja, de energie is er nog niet echt vanavond, maar... Hoppa! Moet echt aan mijn conditie gaan werken. Hoppa! Push the safety bars up and exit the right. Ja, ik moet eerst even kijken of die wel goed ingesteld was. Er staat dikke light weer keihard. Sugar Rush 1000, die gaan we straks zeker nog even spelen. Bilal, goedenavond jongen. Oh. Kom op met die klappers. Ja, het wordt wel tijd voor een leuk prijsje. Al is het een bonusje, geef even een bonusje om het spannend te maken. En energie moet nog een beetje komen, de andere adrenaline zit er nog niet in. Rick, wordt al aan gewerkt. Er zijn wat mensen bezig met muziekjes. Dus dat gaat binnenkort zeker komen. Kom op. Ah. Deze spelen we tot 11.50. Oh. Ja, we eindigen straks op 11.50 als we bij deze gestopt zijn. Kijk, we gaan omhoog. Ja, ik wil één bonusje hebben. Gokken is dure entertainment als je niet oppast. Inderdaad, JJ. Dus vandaag, vandaar ook een beetje een chill stream vandaag. Ga je wel eens naar Hardstyle feesten? Ik ben toevallig laatst met Pragmatic Play naar Reverse geweest, Stefan. In Spotlights Antwerpen. Dat was al wel een tijdje geleden. Robin, what's up? Hey, anders zet even de druk op. Hey, hoppa! 20 euro. €15 donatie van Michael. Oh, echt? Heb ik die gemist? Oh, sorry Michael. Sorry Marian. Maar super bedankt. Die gaan we gebruiken voor de investering voor het lingerie setje van Marian. Mevrouwtje, ben aan het streamen. Bel je zo terug. Oh. Mo heeft weer een leuke sticker gemaakt. Oh, dat kunnen jullie denk ik net niet zien. Staat erbij. Vrouwtje, ik ben aan het streamen. Bel je zo terug. En mijn scharrel. En die heeft vandaag nog niet gebeld, maar die belt normaal altijd als ik aan het streamen ben. Ray zegt Robin, ik ga even Roel kijken. Is hij live? Is Roel live? Dan gaan we ook zelf even kijken. Wacht even hoor. Klein momentje. Even opzoeken. Voor degenen die hem nog niet kennen. Kan je net niet lekker zien natuurlijk. Mafia Clash. Een roulette, dat is de voormalige Mafia Clash. Een roel van Wantuin. Ja. Die doet het tegenwoordig met een soort geanimeerd karakter. Voor degenen die hem nog niet die kennen. Ga naar zijn kanaal. Roulette staat hier linksonder. Ik ben weer aan het prutsen als een malle. Is dat stuk gaan of toch mee? Zijn saldo is bijna hetzelfde als die van jou. Oh, klopt. Dan gaan we een soort wedstrijdje doen. Investering voor lingerie setje. Oh, hier nog wel extra. Ah, dankjewel, Michael. Alles doet eraan. Hey, dit is ook wel lekker. Kost maar geen geld. Dan ga ik even een sigaretje roken. Oh, dat 7-11 moet je wel even eraf halen. Ik ben er wel bezig om even een nieuwe even te... Zou die dat wel merken? Als ik... Dat zou toch wel leuk zijn. Nou, nu wordt het zomaar nog spannend, jongens. Dat is nog wel 2 minuutjes, hoor. Ik ga even een peukje opzetten. Ja, gaan we net niet komen. Gratis stream zo, kost maar geen cent. Net niet. Is dan weer dood. Klopt het dat die knuffel nog niet binnen is? Die zou wel onderweg moeten zijn. Die heb ik wel verstuurd, dus... Kijk, de rest van de shirts heb ik hier liggen. Die gaan morgen.
Maar die van jou die is onderweg. Dus die moet. Ja, je zat, ik heb hem voor mij al een paar dagen terug, misschien zelfs al 4 dagen terug verstuurd. Hebben. Als het goed is, hebben we paard. Zit het kan aan mij liggen? Ja, maar wacht toch, hij heeft een 3D karakter gedaan. We gaan zo verder spelen hoor. Uit naar Robin. Oude boef is het ook, okay. Heerlijk. Mooie game. Moest hij ervoor, Robin? Oh, wacht. Hoe, ik zal eens kijken. Ik ga even in zijn chat zitten. Heerlijk, jongens. Yo, Roel. Ik ben jou nu aan het streamen. Van Mafia Clash. Oh, kijk, wat. Kijk wat hij daar kan zien. Dit, dus dat is goed. Kijk, Mafia Clash is hier niet of niet eens meteen. Nee, toch? Oh, jawel, wel. Mafia. Heerlijk. Kijk. Yo, New Gaming. Heerlijk. Hoe sta je ervoor, Robin? Hoe sta je ervoor? Ben je aan het winnen? Ben je aan het... Hij zit, dat is ook wel apart. Gaat hij zo tegen me zitten praten? Dat is ook wel leuk. Jij bent nu toch op een soort nationale televisie. Dus ik wil graag een soortje doen. Ook live nu. En ik wil heel erg dus aan mijn juf van de kleuterschool. Praten. Heerlijk. Maar we kijk, wat een baas. Kijken allemaal naar jou nu. Die zijn omhoog gebukt. FPT live, ik had het gezien. Maar ik was benieuwd hoeveel dat je in de plus staat. Een beetje break even nog. Shoutout naar Nedergaming, jongens. Allemaal abonneren op Nedergaming. Dat is toch gaaf? Straks nog even de slotnies. Zijn die ook live? Die gaan we ook nog even kijken. Break even nog. Oké. En wat is het budget voor vanavond? Budget is een kleine 1200. Hetzelfde als bij jou ongeveer. Ik ben al blij als we over de 200 gaan. Kleine speler maar, hè. Kleine speler. Oeh, kleine 1200. Lekker. Lekker. Chaos dit hoor. Twee streamers kijken. Ja. Streamers. Ja, precies. Lekker. Mooi Nedergaming. Mooi. Ik ga weer even verder spelen. Een goede maand heeft, maar daar komen we op een manier achter door te vragen. Robin, hoe is de maand? Even. Is de maand je gunstig wacht. Of niet? Oh, dit is wel echt chaotisch. Ja, dankjewel dat heeft te maken met het werk wat ik doe. Groot drama. Ik denk ik had het 20 uit, maar ik heb tegenwoordig wel. K in de min. Maar ik ga wel een andere anime popje maken. Oeh, drama hoor ik. Drama. Maat, snel afsluiten. Snel afsluiten, Maat. Ja. Oeh, dat doet pijn, Nedergaming. Oei, Robin. Die doet echt heel pijn. Dat is niet goed, Robin. 22 kaarten. Nee, is niet grappig. Zo, is behoorlijk aan het schieten. Ik weet niet wat het idee is. 50 cent. Spreek je later. Als ik strakjes klaar ben, dan ga ik ook zeker even terugkijken. Dus iedereen die Roel nog niet kent, kijk roulette met OE, want hij heet dus een combinatie Roel roulette. Succes mensen. Van One Time. Beneden Gaming kijken. Iedereen die wil abonneren, ben ik al heel erg blij mee. Als je Beneden Gaming aan het kijken. Wat is dit dan? Dit is ook wel weer gaaf. Ik moet dan ook, straks doen we dan nog even slopdies als die ook live zijn. Ik weet eigenlijk niet. Ik zal hem even pauze zetten, anders zie ik het niet. Heel mijn scherm weer verneukt. Even wachten, jongens. Hey, zo. Ja, zoiets moet hij zijn. Ja, bekend van Arjen Lubeck met zijn dubbele retrigger. Hij is niet meer van One Time, nee klopt, maar hij blijft een beetje van One Time. Ja, tot de 1100 dan. Iwan, goeie avond. Net even lekker gedoucht, nu met een bakje koffie peuken op de bank. Wachten op de hop. Ja, precies. Er is nog weinig hop geweest vandaag. Hey, Krekex. Goedenavond, jongen, dankjewel. Ik zal jou binnenkort ook even moderator maken hier. Krekex, die helpt ook mee met het Discord-kanaal. Hey, 20 euro, hop. Uit het niks, terwijl ik de chat lees, dat zijn de lekkerste. Straks even naar de slotdienst gaan. Ja, dat is ook leuk, ja. Dat is ook mooi. En een keertje ook gewoon de hele livestream zo streamen. En dan iedereen bij mij kijken. Naar hun. Ja, dat zou ook gaaf zijn.
Alles goed in Brabant, altijd, altijd. Goedenavond, Michael. Jill, goedenavond. Oh, ik had die free games willen hebben. Waar blijft mijn zwaardje, Robin? Ik heb... Zo, HKN, ik mis het elke keer wat jij zegt. Doe ik niet expres? Of misschien wel onbewust? ADC, Robin, mag je een tip geven? Start Tippy stream. Ja, staat ook op mijn to-do-lijstje, AZC. Want ik, mensen doneren inderdaad via die YouTube superchat. Maar YouTube pakt daar iets van 50% af of zo. Dus echt wel schandalig. HKM bedoel mods. Oh. Sorry, ik zeg wel, ik ben niet scherp vandaag. Het komt goed, HKM. Dat ga ik dan meteen ook doen. Oh, eentje te weinig. Ik heb 4 monitoren aanstaan om alles te kunnen volgen qua streams. Dat is helemaal gek. Ja, sorry HKN. Ik ben af en toe een beetje een dinosaurus. Ik leef onder een steen. Oh, kom op, dude! Oh! 1 bonusje moet er wel kunnen. Boven de 1100. 1 bonusje. Ik heb Roel ook aangezet. Helemaal top, Mo. Hij heeft nog geen zin in die bonusjes. De balletje verschijnt niet eens. Ja, nu moet hij vallen. Nee. Al kaartje voor de 21ste. Vrijdag start de verkoop. Even een smeentje pakken. Alder gerookt. Die Spintwix, die ken ik niet, Iwan. Ah, seizoenskaart, oké. Okay. Kan je zo nog Sugar Rush 1000 spelen, zeker? Klein half uurtje nog en dan gaan we wat verzoekjes doen. Ah, kom op, geef eens een bonusje, wordt tijd. Oh. Laat die ballen. Kom op! Hé, hey, toch 20 euro? Hij blijft wel boven die 1100 elke keer. Lekker op de VIP-tribune, rookvrij. Maar daar kom ik dus nooit. Nee, deze gun me inderdaad niet, Rick. Maar ik ben weer helemaal. Door dat switchen naar roulette ben ik weer helemaal uit mijn ritme. Deze time is ook lang geleden. Die heb ik vorige week nog even gespeeld, maar chill. Misschien straks heel even low budget. Een Nederlandse streamer vanaf Malta, Roy heet hij. Dat is misschien met Hendrik. Oké. Ik ga hem straks even opzoeken. Ja, ik heb ook alleen maar pack met die Sugar Rush. Hendrik is David Labowski. Zou die willen? Hey Nicole, goedenavond. Een Moon Prinses. Dat is ook wel een leuk slotje inderdaad. Deze doen we tot de 1100. Hey Chantal, goedenavond. Join de slotbies even. Zijn ze live dan? Ik ga even kijken dan, van vooruit. Het wordt weer de meest warrige stream ooit. Maar ik denk dat ze op het internationale... Oh, hier. Cashed everything out, luckily, I did, definitely. And we really like the website still. It's not that we have... Anything against Mr. Lid worden? Ben ik nog een nee bedankt. We had a good deposit bonus. We won a lot of money. We have a good cooperation with them. We still have that. So lekker slotbief streamen. Even kijken of ze het in de gaten hebben. Play there through the website. Moet iemand eigenlijk in die chat even iets zeggen? Good rare stream. Ja, ik ben. Het is weer een warme maandag. Of is het geen maandag? You're not... Het is dinsdag, dat scheelt. My nose gives it all away.
Potje Crazy Time, Hessel, dat gaan we zo misschien doen. Who's Candy? Sarah. Zit er iemand daar bij de slotbies in de chat? Because we had a deposit bonus there, we don't have that anymore. We cannot log into our account anymore, in our player account anymore. Niet eens beseft dat dinsdag is, ja, ik ben ook zo'n warhoofd. In RTP, here on the 7-11 that we play right now, everything is... Ja, maar het is jammer, ze zijn met de Engelse stream bezig. On Mr. Vegas, it is close to the highest... Het is een warrige zondag, ja precies. So when we do play with raw money, we rather play here on... Ik ga even iets in die chat zeggen. Yeah, because it's just the best. Hi guys. I'm live streaming. That was a big one, you guys know. That was a big one, Michel. Nice one. Cool. No. I can't use the smiley. Come up. Like, yeah. You gotta imagine as well. That it has to be profitable from. Oh, look! Laura heeft iets in de chat gezegd. And like we did what we could. Slot beast. We got really lucky. And we cashed out a lot of money, guys. Hij ziet het. Gaming! Gaming is live streaming us right now? Hello? Hello? Super gaaf, toch? Yo, gasten. Let's go, Nader Gaming, man. Welkom. Hop. Ja, het zijn Nederlanders inderdaad. Hop. Gaming is coming. To Malta, guys. Ah, ze zeggen het. Kijk, nou mag ik het ook zeggen. Ik ga natuurlijk naar hun, naar Malta toe. Make sure to be there, guys. It's gonna be sick. Dus we gaan hele leuke streams doen vanuit Malta, daar eerste week van april. Ik zeg dat goed. April, ja. No, we cannot. Let's go, man. Robin is stiekem de eenhoorn van SpongeBob. Wat is dat dan? It's okay. I hear we sent you... Cease and desist. Sky. Yeah. This is copyright scanning. Copyright. Nice. 90.3 big blind pot. Hartstikke leuk. Cosmic Incenso. Dat is makkelijk. Ik ga gewoon heel de tijd slotbies streamen zo. Open the bonus and start again. I think we do quite alright. Like, nou, we gaan even weer... bonus behind or something, guys. Hey, kijk. En ik heb zelfs een moderator hier gehad. Sky weer hier bij ons in de chat. En Skyway, kan jij even de chat in de gaten houden? Voor de Maltese World Record, ja. Maltese World Record. It's gonna happen, guys. I'm so much looking forward to... Like, at first I was like 24 hour stream, man. Oh, it's gonna be horrible. Ja, we gaan een 24 uur stream doen als ze in Malta zijn. Now I'm looking so much forward to everything. Ik ga gewoon tot 12 uur uitslapen. Maar ik kom dan zeker, kom ik even bij kijken. Goedkoopste stream ooit voor jou, Robin. Zo. Ja, lekker makkelijk content maken zo. No, definitely not. It's sick. It's absolutely... Muziek hier erbij. Attention voor de slotbeest. Hoppa! Red Bulletje erbij. Eigenlijk nog een sigaretje erbij. Dat is ook wel top. Super scooter. Dat is een goal, komt hij dan? Ga met die banaan, nieuwe ronde en nieuwe kansen. Hoppa! Slot beast! Hop. En voor Sky! Steun de knie tegen de stoel. Hoe wil man niet te gokken zo? Hoppa! Das Super Karussell. Ah, af en toe een beetje gek doen mag toch? Super Karussell. Push the safety bars up and exit the ride. We gaan even weer terug. Ik heb echt weer een conditie van een paard, daar word je bang van. Of ja, niet van een paard, want die is meestal goed juist, maar... En Sky, yo! Ik ga straks naar jullie kijken hoor, Sky. Ik maak er een lekkere korte stream van.
Ja, kom goed, AKN. Maar tijdens de stream vind ik dat echt lastig om iemand mot te maken. Misschien dat Dennis het kan doen, maar ik doe het straks even. Atomic klacht in de mail, zo. Nee, die zijn blij over die... Denk ik. Die weten dat ik een beetje warring ben. Sky vaker meestreamen. Ja, ik ga Sky gewoon stelen en dan de volgende keer zit hij gewoon naast me in de stream. Conditie van de stoeptegel. Ja jongen, hart gaat tekeer, Jeremy. Dat is niet te geloven. Dan heb ik nog geen minuut om mijn benen gestaan. Snel buiten adem. Ja, ik kom door de roken. De slotbies doen de reactoons voor. Ja, serieus? Hé, hey, die 50. Oh nee. Hallo. Ah, dan moet ik weer even gaan kijken. Laatste keer, jongens. Laatste keer, laatste keer. Even refreshen. We call the animal shelters and let them know, like... Heel eventjes dan. Een paar seconden, dan gaan we weer terug. Hoe deed je dat op reverse dan met deze conditie? Ja, gewoon flink aan de pillen. Nee. Ik was zo nuchter als een konijn. Ik weet niet waarom, maar weet ik gewoon dat ik enthousiast was. Maar ik was back off op het einde van de avond. Ja, precies, Jeremy. De rook heeft wel echt impact op mijn longen. Maar roken brengt ook geluk met gokken, zeggen ze. Sky, can you keep the chat in English? Nee, gaming kom ik toen altijd met de badjas. Bathrobe will be there for sure. En dan gaan we mij streamen, dat is helemaal gaaf. Wat is dat dan? Jongens, hoi! Slot beast. Ah, dat is toch wel echt gaaf. Is dit like this? Wat is dit dan? Hoppa, 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 hoppa. Wel lekker ook met die vertraging. Wat is dit dan? Robin nog nooit zo hype gezien. Ja, precies. Good luck tonight, guys. Streamception? Streamception is. Hallo. Alleen lekker ook in het Engels met vertraging, waar dus ook altijd wel lekker. Ah, nu hebben echt twee supergoeie gasten. Let's gamble some more. He's blushing. Yeah, he is. Oh, I love a boy. Ah, dat is leuk. Ja, we kunnen dat ook waarderen, dus dat is dan wel grappig. Nou, we gaan snel weer even terug. Ik wil ook niet hun stream kapen, natuurlijk. Maar we waren weer bij Fairy Tales. Of Fairy Tales. Ik ben nog in de Happy Hardcore stijl. Oh, was een mooie timing geweest. Dion, wanneer reageer je op mijn mail? Ik ben redelijk bij op zich met mijn mail. Misschien, ik denk dat ik 3 dagen achter loop. Maar ik ga straks even opzoeken, Dion. Nou, we gaan zeker binnenkort weer... samen streamen, Aaron. Kom op, Miner. Ja. Weet je wel, badjas. Ja, Riano. Oh, gaaf toch. Verzamel je ook dingen, Robin? Nee, niet echt eigenlijk. Net of je dan kan zien of er een plaatje aankomt. Ja, precies. Tijd voor een ander slotje, inderdaad. Ja, roken, dansen en praten tegelijk. Dat is echt een no-go voor mij. Oh, heel even die Electric Jungle nog. Nog 10 minuutjes en dan gaan we even die Sugar Rush proberen. Ja, was eigenlijk de bedoeling dat we... Ja, ik zeg al omdat ik ziek was geweest en wat reviews moest doen van Atomic en Indigo die ik niet gedaan heb. Maar dit is weer een unieke stream, laat het maar zeggen. Tippy, Golden Pot, Royal to Coin, Slotbeast Incoming. Ik had je een mailtje gestuurd toen je op vakantie was. Oh, dat is apart. Ik loop wel achter, maar zover loop ik niet achter.
Gewoon onder de naam Dion. Dennis, kan je mij dat even appen dat ik even naar de mail van Dion moet kijken straks als ik klaar ben? Dan kijk ik naar, ja, vanavond denk ik niet, want dan ben ik helemaal, na de stream helemaal kapot, Dion. Maar dan, ik ga morgenochtend meteen even voor je kijken. En wat is dat dan? Ik spaar sinds 2 jaar eendensnavels. Ja, je kan wel wat sparen. Wordt steeds gekker vanavond, jongens. Dit bonusje is dan op zich wel, wel leuk af en toe. Als die ooit valt. Je moet wel met die Inca dingen hebben. En niet die muntjesbonus. Maar we blijven wel mooi boven de 1000. Moet er nooit te hard zeggen, maar... Oh! Dat is goed, Dion. 2, 4, 6 is hem al, denk ik. Maar dat is, je moet eigenlijk die andere hebben. Bonus! Oh nee, dit is wel de goeie. Hey, die 150, die wil ik. Kom op, doe het. Maak het spannend. Helemaal kapot is streamen zo zwaar. Ja, ik ben niet gewend om zo veel te praten. En ik zeg wel, ik moet het scherm rechts in de gaten houden. Het scherm voor me. Ik heb hier mijn, mijn iPad liggen. Mijn mobiel nog. Vragen beantwoorden, gokken. Ja, het is echt... voor mij is dat heel wat. Alibaba versie van King Kong Cash. Nou, een soort van... Je moet eigenlijk een soort van rij maken. En je wint hier nooit heel dik mee. Ik vind het stiekem altijd wel een leuk spelletje. Weet dat hij die 20x pakt. Of die 4x, maar dan allemaal met 1 euro's en 1,50 euro. Iedereen ziet je bonus, ook bij Slotbies, oh echt? Nou, doe het voor de Slotbies dan, kom op. Voor de Slotbies, guys. Oh, dan moet ik... I have to switch in English now. Jesus. Going to be difficult for me now. Oké, okay, we're going for the 20 euro. Or the 150. That's probably going to be the 20 euro one. Or the 10 euro one. Don't do that. Oh. The fuck. Oh, no. Oh, sorry. No, sorry. Okay, give the last one. Oh no. Oh no, 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 no. But okay, okay. It's a bonus. And Slot Beast, guys, if you're watching the Slot Beast, join my channel as well. The whole stream in English. That's not for me. Oh, I feel the pressure. I feel the pressure. But everybody in my chat, Joey and Wim, two fantastic guys, join their channel as well. Give them some love. And, We're going to switch back to Dutch now, guys. Slot Beast, thank you, was fun. Volgens mij hebben ze je stream op mute. Oh, dat is ook lekker. Ga je nog Get Us spelen? Zeg me helemaal niks, Noud. Ja, staat te zacht. Ah, oh, dat is jammer. Sky, dat heb je weer niet goed geregeld. Gewoon verder in het Engels. Ja, ik moet wel oefenen, want ik wil misschien binnenkort een Engels kanaal gaan openen. Voor het geval dat ze hier in de politiek weer iets doms doen. Hey, kom op. Yes! Nog een keer. Hoppa! Kom op. Wim zit aan de knoppen. Oh, 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 oh. Dat is geen goed teken. Kom op, één goeie. Ah, oh, nee. Doe die 25x daarboven met die... Dan is het ook dik, hoor. Maar hij gaat die 10x weer geven dadelijk. Als je naar Malta gaat, moet je natuurlijk ook Engels praten. Nou, volgens mij gaan ze... op de Nederlandse kanaal ook nog wat dingen doen. Hé, ik weet niet wat er is, maar heel mijn lichaam is onhype. Kom op, niet dood. Nee. Nee, niet eentje. Wat is dat dan? Oh, dankjewel Dion. Ik ga straks even kijken. Ja, die 25x de bovenste rij was ik inderdaad. Bonus! Oh, dat was te mooi geweest om waar te zijn. Dan gaan mensen weer appen. Daar word ik ook helemaal gestoord van.
Oh. Oh, Wietse. Zullen we ook even... Mijn investeerder loopt ook weer te appen van deze wordt niks. Het is een grote warboel deze stream. Ik vind die aap wel grappig met zijn hand. Ja, dit is zeker ook, dit is echt wel een leuk spelletje. En volgens mij zijn we op 1100 begonnen of zo. Dus staan nog. Hij heeft nog in ieder geval geen geld gekost. Maar tot de 1080. En dan doen we nog één ander kastje. Wim is erbij gekomen. Ja, bij hun of bij mij? Oh, het is niet bij te houden meer, jongens. Zou je niet meer storen op de app dan, Peppy? Ja. Peppy zit altijd te appen. Ik heb nou zo'n groepsapp aangemaakt voor de moderators. En voor hun is het ook reet irritant, omdat ik vaak 5 minuten van tevoren beslis of ik live ga of niet. Daar worden ze allemaal helemaal gestoord van. Wie zei nou, deze stream wordt niks? Ja, niet qua prijzen, maar het is een soort van bizarachtige, rare stream geworden. En toch bijna kleine 300 kijkers zo op dit dinsdagavond zonder aankondiging. Dat is toch ook lekker. Hoe is het met je school? Ze heeft vandaag nog niet gebeld. Oh, klopt het dat Evolution een nieuwe live gameshow heeft? Zeker Hessel, meerdere zelfs. Maar die gaan verspreid over de komende maanden live gezet worden. En de leukste is denk ik die Lightning Storm. Dat is een soort, daar kan je echt hele dikke multjes bij krijgen. Je had ook zo'n spel met van die luchtballonnetjes die omhoog gaan. Dat vond ik eigenlijk niet zo. Leg ze ook scharreleieren. Oh, kanon, jongens, ik ga helemaal kapot. Gokt die scharrel ook? Nee, die gokt niet, nee. Oh, en voor mijn investeerder die meekijkt. Ja, het is niet het meest fantastische spel, maar ik moet Atomic Slot Lab en Indigomatic een beetje paaien. Daarom zweden we deze even. Nee, maar dit is serieus ook wel een grappig spelletje, hoor. Als hij die bonus een keer geeft. Tot de 1080 noemen we nog eentje. Kom! Dat is wel een leuke zijn. Yes! Dat is een leuke! Hoppa! Hoppa, hoppa, hoppa! Kom op! Ik weet niet wat voor keelziekte jij meegenomen hebt uit Spanje, maar kan niet goed zijn. Nee, ik heb ook een Spaanse kinkhoest of zo. Dat is niet te geloven. Al 5 weken aan het hoesten. Kan je... Bijna, Sylvain. Ik was er bijna ingetrapt. Ik wou me eigenlijk al opzeggen. Tijd voor een pafke. Ja, precies. Free games. Ik wil eigenlijk... Oh, veel free games inderdaad. Dat zou leuk zijn. Ah, kom op. Iets doet. Als je niet kijkt, wat een mooi bord. Maar hij heeft al 3 keer een tientje gegeven, dus... Ik denk dat het 3 keer dood wordt. Kom op, alsjeblieft. Maak het spannend op zijn minst. Hé, 20 uri. Dat is echt geen slechte. Hop, 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 hop. Niet stoppen nou, kom op, maak het spannend. Oké. Okay. Kom op, die 50 of die 20? Eén van die twee, dan ben je mijn beste vriend. Maak het in ieder geval spannend. Ah, niet doen. Laatste kans. Doet. Oeh, hij gaat in ieder geval spannend maken. Kom op, please, 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 please. Ik verdien het. Het is niet heel veel ineens, maar... Huisarts gaat gewoon een broken gooien, ja precies. Donski, ik had vandaag ook op Unibet. Bonus van 300 euro. Alle bonussen minder dan 10 euro. Oh, dat is een maal drama. Jammer, Donski. Hebben die bonussen, kunnen we die ergens terugkijken? 5 weken, ja. Maar vandaag ging het eigenlijk best goed, Jill. Misschien moet jij me even onderzoeken van de week. Wij van Pragmatic. Weer 20 Big Bosses erbij, zeker. Pincho, Robin. Yo, FRFC, goedenavond. Uvo Anders, goeie maar. Kom op, maak het spannend. Ik wil die free games hebben. Die 50 euro kan me gestolen worden. Ik wil die free games. Ah, kom op, doe het.
Hij gaat... Oeh, 50 euro! Hop, 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 hop! Het is lekker, hoor. Het is sowieso een lekkere. Hoppa! Oh, kom op. Hij maakt het wel spannend, hoor. Kom op, geef die free games. Doe het dan gewoon. Hij gaat... 100 free games! Ik had het niet eens gezien! Dat zou helemaal ziek zijn. En hij gaat het niet doen, denk ik. Ik heb zo'n voorgevoel dat het... Want hij te hoge prijs zou gegeven. Laatste, doe het. Oeh, hij maakt het wel spannend, hoor. De ring. Kom op, kom op, kom op. Het is best een dikke bonus, hoor. Eentje, kom op. Ah, kom op, die 100. Alsjeblieft. Attention. Geluidje aan, kom op, alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Kom op, kom op, kom op, kom op. Maak het spannend. Ah, kom op. Oh, nee, laatste kans. Oh. Maar op zich, beste lekker boontje. Op, 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 op. Mijn eerste lekker voor vanavond. Dit is de beste van vanavond, denk ik. En dan voor deze kast, en loopt er nu. Valt eigenlijk nog tegen, maar goed. Ja, nu snel weg hier. We gaan nog heel eventjes. Weer alles door elkaar. Het is een megamix. Mega gaming megamix. Hop, 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 hop. We staan gewoon weer niet. Hoppa! Push the safety bars up and exit the ride. Zo, nou, we hebben echt alles door elkaar gedaan. Ja, vieze tease, maar het was wel lekker, hoor. Dat, ja, net niet. Even kijken, we kunnen nog alleen deze dan nog even doen. En dan gaan we Sugar Rush doen. Giveaway. Oh, dat is leuk. Oh. Ik ben helemaal van mijn apropos. Hey Jamie, goedenavond. Jamie van Wantime. Voor degenen die Jamie nog niet kennen, ga even naar de kanaal Wantime.nl. Hey Kars, toch weer genieten van de stream. Dankjewel jongen, super. Het is een warm stream, Jamie. Volgens mij is hij nog nooit zo warm geweest. Net niet. Kun je een shout-out doen naar Erik Tion? Oh, ah, niet zo, hè, Sylvain. Het is dat ik hem op zijn Nederlands uitsprak. Jamie is dat lekkere blondje. Ja, Jamie is een supergoeie meid. Of vrouw, moet ik eigenlijk zeggen. En ik check die altijd. Check even zijn stream sinds kort ook weer af en toe. Kijk even op haar kanaal. Kunnen we ook wel even laten zien als we dan toch bezig zijn. Dan gaan we ook dat gewoon even erbij pakken. Even nog even kijken naar de slotbeast. 2 seconden. Zijn jullie nou nog steeds aan het streamen? Kanonnen. Gaat allemaal weer lekker. Ik zeg al, het is de meest warmste stream ooit. Ah, nee, hun zijn ook gewoon weer aan het spelen. We're not streaming on Mr. Vegas anymore. Maar voor one time, ik ga meteen even kijken. Not streaming. Hey, waarom is die nou weggehaald? Hey Jamie, waar is jouw kanaal? Ze staat normaal gesproken op one time. Jamie, 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 help! Ze hebben nog een paar offline gehaald, zo te zien. Maar dit is Jamie. Voor degenen die Jamie nog niet kennen. En nog lekker ook even reclame eroverheen. Ja, livestream is weer verborgen gezet. Wou ik het net jullie gewoon hele one-time promo gaan doen, maar... Kijk. Dat is James in de chat. Dames en met name de heren. Ik zie nou waar je moeder mee naartoe zou nemen. Nee, maar volg ook even hun kanaal, One Time. Heerlijke klantvriendelijke
En we noemen alles casino reviews, et cetera. En we gaan ook vaak naar die offline casino's toe. Dat is wel heel gaaf om te zien. Kijk, je hebt al heel veel fans hier in de chat, Jamie. Ik zeg al alles door elkaar aan doen vandaag. Jamie morgen beschuitje eten. Dat is AZC, dat is van ja, een collega, zeg maar. Alleen zij is van de website onetime.nl. Peppy, zeker. Lekker reclame maken voor alle concurrentie vandaag. Altijd lekker. Sylvan, ik ga er niet meer in trappen. Ik weet nou, elk bericht van jou ga ik eerst 3 keer lezen voordat ik het hardop zeg. Maar ik trap er wel vaak in hoor. Daar moet ik dan ook eerlijk in zijn. Hé, hey, dat is in Tiel, woon ik 100 meter naast. Ook grappig, Michael. Of was dit aangesloten? Oké. Tot de 11.50 en dan gaan we Sugar Rush doen. Ja, kom op, doe 1 boontje. Dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als die aap. Ja, je moet eigenlijk die symbooltjes. Die moeten dan connecten met die gouden vakjes. Die connecten dingen. Eigenlijk moet je een volle bak hebben, dan pakt hij alles aan de rechterkant. Heb ik 1 keer gehad volgens mij, ook tijdens de stream. Kevin MX, kun je een shout-out doen naar Samantha? Samantha, groet hier van Nele Gaming. Namens Kevin. Is dat Samantha uit Oosterhout? Hey, click quick collect. Add welds. 2 welds. Kom op, doe het goed. In rij 1. Ah, net niet lekker, denk ik. Hey, maar toch, €52, dat is niet verkeerd. Ik had niet heel slecht vandaag, hoor. Nooit hard roepen. Met hoeveel ben je begonnen? Jason. Ik ben volgens mij 11.50 begonnen. Dus, als je kijkt naar de afgelopen streams. Is dit al een unicum? Roulette is ook online. Ja, daar hebben we toen straks ook meegekeken met de stream. Zo, last van mijn keel, joh. Even iets pakken. Goed voor mijn keel. 9 doen. Oh, mannen. Nou. Kapot. Tom Oslo, dankjewel jongen. Een swingje met een 9 zoen is niet heel lekker. Zo is lang geleden hè, dat ik die ding op heb. Geen sigaretje, nee. Ik had al een backup klaar, zodat ik minder hoefde te roken. Heb je je pilletje niet op vandaag, Robin? Ja, deze denk ik. En ze zegt, ik weet niet wat het is, maar alles loopt anders als gepland. Een stuk trap voor ons uit. Ja, precies. 9 zoenen waren... Hé, hey, 25 euro. Hoppa! Linda zegt, zit serieus net te denken om morgen 9 zoenen te halen. Omdat ik er zin in kreeg. Oh, grappig. Als ze ook samen kunnen halen, Linda. Nou, ik dacht precies zelf. Stond straks in de Albert Heijn. Ik denk, dat is echt jaren geleden dat ik die op heb. Het punt is alleen dat ik zo'n bak koop. Ik vind die dingen zo lekker. Dan vreet ik heel dat ding leeg. Viva, die gaan we zo ook even doen. Ja, chemisch, maar... Chemisch, maar wel lekker, zullen we maar zeggen.
Sylvan. Ad en John. Ad en John. Dat kan wel, Sylvan, bij deze. Groeten van Ad. Nee, groeten naar Ad. Ja, ik zeg wel wat. Ik laat het voor vandaag gaan. Ik zeg, niks werkt vandaag bij mij. Verse gemberthee met verse citroensap helpt echt. Oké. Okay. Gemberthee heb ik echt nog nooit van mijn leven geprobeerd. Maar ik zal het eens proberen. Thee met honing of zo doe ik dan wel weer vaak. Ja, precies, Marcel. Heb ik ook. En alles plakker als een malle. Hé, hey, wat is dit? Een respin? Wat is een respin? Vijf respin? Oké. Okay. Dat is geen bonus. Oh, dan kan hij hem connecten. Kom op. Ah, kom op. Maak het spannend. Nee. Oh, daar rechtsonder was anderhalve meier, hè. Maar weer respint er niet. Oh nee, ik wou zeggen. Tot de 1200 en dan gaan we even superus doen. Attention, attention. Oh. Oh ja, ik zeg wel zo slecht. Ja, ik ben zo slecht in dat soort grapjes. Koude koffie met warme vla. Zeus 3. Zeg me helemaal niks, Tom. Oh. Linda heeft blijkbaar een prijs gewonnen in de afgelopen stream. Ik ben weer te laat, maar morgen volgt de video met de bekendmaking van de winnaars. Al heeft Dennis eigenlijk alle winnaars in de chat al bekend gemaakt, dus Dennis kan beter voortaan die video's gaan doen. Je moet deze live gaan editen. Ja, dat wordt helemaal een puinzooi, denk ik. Ik ga deze stream verder vanmorgen lekker terugkijken op het werk. Oh, superleuk dat je er was, Demi. Hartstikke bedankt. Lekker even ook even, vergeet niet ook even bij Roel te kijken, die is ook live. Dennis neemt de account over, ja precies. Nou, we gaan even die Superrus kijken dan. Maar ik zeg al heel eventjes hoor, want die is zo gevaarlijk. Niet Edith, maar Edith. Oh, kan de woorden niet eens uit. Die is Edith. Nieuwe scharrel. Warme melk met honing en knoflook als hij ziek is. Jesus Christ. Maar dat ga ik niet proberen hoor. Staat er alweer iets van een bonus in tot de planning? Eind van de maand, Thomas. Voor het Push Gaming toernooi. Deze is zo gevaarlijk. Heb je hier al een bonus opgehaald? Ik heb er een bonus of 8 opgehaald. En van de 7 bonussen kwam hij niet hoger als 10x. Dus ik heb er nog geen goede ervaringen mee. Ja, je moet gewoon echt die retrigger... ja, je weet gewoon bij dit spel één retrigger. Dan ga je een 100x krijgen. Of 150 als je geluk hebt. 2 retriggers. Wordt het spannend. 3 retriggers. Dan heb je een hele dikke. Of je moet een dubbele retrigger hebben zoals Roe had. Want bij deze is het ook als je voor mij 7 sketters op je beeldscherm hebt. Heb je 30 free spins. Ja, die is wel leuk natuurlijk als je die hebt. Maar ik heb er 3. Om er 3 te krijgen is al heel wat. Ja, het is echt een alles of niets kast. Ik ga de inzet ook heel even... iets naar beneden doen, wou ik zeggen. Ja, trouwens, dat mag heel even zo blijven staan. Oeh, dat is een redelijke. Kijk, nou moet hij
prijs vallen. En vaak stopt hij dan net als het leuk begint te worden. Ja, inderdaad, tot 1024x of zo kan hij doortumbelen in de bonus. Dat is wel echt heel lekker. Maar ik ben nog niet voorbij de 16x gekomen in de bonus. Benno, deze kan tot 25.000 keer je inzet betalen. En dus in de oplopende multis in de bonus, die kan tot 1024x per vakje. Dus het kan theoretisch heel dik worden. Maar ik heb het nog nooit gezien. Nou, rood er bovenop, kom op. Ah! Het is altijd vaak net niet. En je weet, in die bonus pas enthousiast worden als je een retrigger hebt. En ik zeg al, je hebt eigenlijk minimaal 2 nodig om het spannend te maken. Kijk, nou wordt het, als hij een sterretje geeft, nou, weer net niet. En dat is dus heel waar. Een no-limit bonus hunt. Dat ga ik binnenkort zeker ook wel doen. Maar ik zeg al, tot en met april is het heel even een beetje aanpoot, ook qua budget. Ook omdat we met de slotbies naar de slotbies toe gaan in Malta. En daarna ga ik proberen een iets strakker schema te houden. Want van mijn schema kon ik weinig terecht de laatste maanden. Hallo, goedenavond. Ik ben Seth en ik volg je al heel lang. Op, 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 op. Seth, goedenavond jongen. Bedankt voor het kijken en volgen. Helemaal top. Je doet wel echt serieus lang met je geld. Ja, vandaag is ze een unicum, zullen we zeggen, Viva. Zolang we boven die 1000 blijven, ben ik echt super blij. Ik zit ook Big Brother te kijken. Niks vertellen, Michael, want ik de aflevering van gisteren heb ik nog niet gezien. Dus ik ga straks, als ik klaar ben met streamen, ga ik 2 afleveringen tegelijk kijken. En Big Brother, ja, ik wist niet eens dat het nog bestond, maar Dennis heeft me erin geluld. En nou ben ik alle afleveringen voor mij gezien dit seizoen. Je rookschema gaat altijd goed, hoor. Ja, precies. En ik zal deze, want ik film nu op een euro, maar kijk, ik zou hem gewoon op 60 of 80 cent spelen. Want bij deze, met 60 cent, als je die 25.000 x, als die echt wil, met 60 cent kan je ook gewoon een mega bedrag winnen. En de kans dat je die max win krijgt als je op 4 euro bet draait, is wel vrij klein in de zin dat, ja. In het buitenland gebruiken ze deze natuurlijk allemaal voor de bonus bij. Ja, dan kan je gewoon continu bonus blijven kopen. Dan is het een stuk makkelijker. Maar goed. Niels, dank. Goedenavond, jongen. Mijn dag was weer hectisch en warm, zoals altijd. Ik heb er nog niet echt van kunnen genieten. Allemaal net niet, hè. Ik ga hem toch 80 cent zetten, hoor. Dan is het nog iets. 6. Iris, ja, weer onaangekondigd. Ja, ik zeg al, ik heb waardeloze planningen wat dat betreft. Altijd een verrassing. Ik kijk je al een paar maandjes soms live. Je bent echt grappig, doe je ding. Cavanzi, dankjewel jongen, helemaal super. Helemaal super. Awazi gang, oké. Okay. Yo Ahmed, goedenavond. Heerlijk, 2 schermen aan met Nedergaming en Slotbies. Kijk, dat doe je goed, Brian. Zit die muziek er nou tussen? Ja, de muziek, de achtergrondmuziek is iets aangepast ook bij deze. Kevin, ja, ik geniet wel van mijn dagen, hoor. Dus, nou, ik zeg wel, ik wil binnenkort ook even wat meer rust pakken. Want ik word zo geleefd de laatste weken, dat daar word ik helemaal gestoord van. En de dagen vliegen voorbij, dat is het eigenlijk meer. En net zo'n stream, dat vind ik wel kei leuk, anders zou ik het natuurlijk niet doen. Maar ik zeg al, na zo'n stream ben ik ook gewoon kapot. Doe je mee aan de Ramadan? Nee, ik zelf niet, ik ben geen moslim, ik ben eigenlijk een non, ik wil zeggen, niet zeggen atheïst, maar ik ken wel heel veel mensen die dat doen. Maar ik heb het zelf eigenlijk nog nooit gedaan. Misschien is het eigenlijk wel goed om mijn buikje een beetje kwijt te raken. Maar ik schuif graag bij je aan om lekker wat baklava te eten in de avond. Ja, mag je gewoon roken met de Ramadan, of niet? Alleen niet eten, toch?
Hey Robin, goeie avond. Klok een uur vooruit, 31 maart. Is dat zo, Linda? Oh, dan ben ik ook al zo... Dan loopt mijn klok eindelijk weer bij, denk ik. Yo, Stijn, goeie avond. Biggie, 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 can't you see? Meedoen aan de Ramadan betekent ook niet roken. Is echt zo, ja? Dan valt er niet onder eten. Eten en drinken, het is toch gewoon... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nooit bij stilgestaan eigenlijk. Yo Timo, goedenavond. Hey, kom op, bonusje mag wel. Tot 1100 toch, en dan gaan we even No Limit proberen. Ja Linda, ik heb dat serieus elk jaar. In mijn auto ook, die loopt al een jaar achter. En elke keer als de klok dan gelijk gezet wordt, dan loopt hij weer bij. Moslim mag sowieso niet roken. Ja, als je het heel strikt neemt. Ik ken genoeg moslims die roken, hoor. Oké, zeg dat niet gokken. Nou, dan word ik wel Boeddha. Crackhex, meen je dan nou nog steeds geen bonus? Dat is geen goede voorteken, jongen. Dus... Voor degenen die het niet hebben meegekregen, die crackhead die is heel de livestream bijna al deze kassa aan het grinden. En hij heeft nog steeds geen bonus. Nou goed, misschien pakken we zijn bonus dadelijk. Kom op. Paars. Nee. Ik heb ook nog geen één lekkere hit gehad. Gewoon 300 kijkers op een dinsdag. Ja, is toch lekker, Rowan? En dan onaangekondigd, hè? Oeh, kom op. Sterretjes. Paars. Kijk, nou wordt het leuk en nou stopt hij. Altijd, hè, altijd. Pro 6 gaan we zo even spelen, Distorted Volume. Ik had jou nog niet gezien, goedenavond. Als je het maar laat zien. Maar hij laat ze ook bijna niet zien. Maar dat is een beetje een ding met deze natuurlijk. Als hij die 25.000 x één keer uitbetaald heeft vandaag, dan doet hij de rest van de dag waarschijnlijk helemaal niks. Ik was er al vanaf het begin bij. Oh, ik had jou nog niet gezien. Ja, ik zeg wel, ik zit ook altijd in een halve trance. Oeh, hartjes. Hartjes er bovenop doet. Dat kan nog steeds, hartjes. Oeh! Giel! Ah, wang altijd stoppen als hij net lekker heeft. Maatje van mij pakte gisteren 8,5k op 1 erespunt bij Piggy Ritjes. De ring, Timo. Ja, maar als hij net 8,5k heeft gewonnen, dan ga ik hem niet spelen. Het boeddhisme is geen geloof, een levenswijze. Zeker, zeker. Ik heb heel lang karate gedaan. En dan heb ik ook een paar van die... Ik ben toen een keer bij ook van die monniken geweest. Ja, klinkt heel suf, maar ik ben ook toen best een klooster en dergelijke geweest om daar wat dagen mee te lopen. Dat was echt heel gaaf. Maar nee, dat is, ik denk als Nederlander is dat gewoon niet te doen als je het normale leven gewend bent. Gold Party. Zegt me ook helemaal niks, hoor. Je mag Dennis op het lijstje zetten. Gold Party, zegt me echt helemaal niks. Cheert bij deze de groeten van Distorted Volume en natuurlijk van Nedergaming. Leuk voor het volgen. Bedankt voor het volgen. Cavanzi zeker. Hey, kom! Maar zo valt hij bijna nooit. Hij valt altijd in één keer uit het niets. We gaan hem toch op een eurotje zetten en dan tot de 1100. Maar ik kwam precies toevallig in die chat even kijken. Toen hij die 5 ruggen won met Wisselman van Tina. Ja, het is hem echt gegund. Hij had echt heel veel verloren ook, hoor. Gold Party is een leuk spel, maar als Dennis het zegt, dan moet het zo zijn. Kom op, dat is een redelijke. Hop, 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 een kleintje. 40 euro, dat is niet slecht. En we blijven gewoon... Ah! En nou nog een bonusje als afsluiter.
voor de 11.50. Dat zou leuk zijn. Want we winnen niks, maar we verliezen ook niks. Dus dat is al... Oeh! Net niet, hè? Oh! Ja, we winnen geen leuke bedragen, maar we verliezen niks. Dat is al een unicum. Ja, een paar leuke lijnetjes, Crack. Bedankt voor je eurotjes. Ja, nee, maar ik ben net zoveel aan het verliezen. Hij gaat eigenlijk die gele ook wel pakken. Kom op. Connect hem. Jo! Oh, leek meer dan het was. Paars dan nog. Weer net niet, hè. Maar het doet wel een beetje gek, hoor. Ja, voor mij doen ze het een goede avond. Valt echt nog niet tegen. Ik wil nooit hardop zeggen, want dan eindig ik dadelijk alsnog met een nul. De beertjes pak hij dadelijk. Dat is redelijk ook weer. Nee, net niet lekker. Hartjes dan. Weer net niet. Maar hij tumbelt. Hij is even in een plusflow. Kijk maar. Rood nog. Ah, oh, net niet lekker allemaal, hè. Ik ben geneigd te verhogen, maar bij deze zo gevaarlijk. Ja, ik zat ook al te denken, Michael. Hij zit wel te teasen. Ik ga hem een klein beetje omhoog doen. Alleen, ik heb me laten vertellen dat die RTP is ook gebaseerd op de inzet. Dus theoretisch kan je nou op een hele andere RTP zitten dat hij in één keer niet meer leuk doet. Maar probeer het even tot de 1200. Ja, die dildo's pakt hij ook. En die groene... Rood pakt hij nog. Dan is het over. Ja, goed idee, Crack. Waarom doe je het dan? Ja, ik ben tegen draad, hè. Ik ben altijd iemand, ik kan het één zeggen, maar het andere doen. Totaal niet consequent of zo. Wanneer was je laatste Max Win? Finest Kitchen, die moet er komen. Ik heb nog nooit een Max Win gehad. Ah, kom op. Zo valt hij nooit, wou ik zeggen. Ah, kom op. Maak het spannend. Elke spin heb je toch evenveel kans om te winnen? Klopt. Oh. Nee, maar de RTP is wel gebaseerd op een bepaalde inzet. En soms merk je gewoon dat hij even in een goede flow zit. Maar ik heb dat soort vragen ook wel eens neergelegd bij de game providers. Maar ik krijg er nog niet heel duidelijk antwoord op. Misschien moet je even poesje spelen. Welke kast was dat er ook? Ik heb het alweer vergeten. Oh, die gele pakt die. Oké, sterretje dan. Dildo's, ja. Nog een keer dildo's. Ja. Sterretje bovenop, dan wordt leuk. Ah. Ja, het klopt. Het is een computerprogramma. Nee. Dat is hetzelfde als met de kiezen uit drie kistjes. Dat is helemaal voorgeprogrammeerd. Maar ik wil het niet weten. Ik geniet ook gewoon van het spel, zeg maar. En dat slaat ook helemaal nergens op, ik weet het. Maar dan maakt dat soort dingetjes maken voor mij ook al wel het gokken ook wel weer leuk. Cleopatra, dat is lang geleden, hè? Die kunnen we straks ook nog wel even spelen. Ik moet nog zoveel spelen. Nou, deze is bijna onmogelijk. Ja, Gary, klopt helemaal wat je zegt. In theorie kan het gewoon elke draai. Ook al heeft hij net drie keer een max win gegeven, dan kan hij de win erop nog steeds een max win geven. Dus het is voornamelijk psychisch wat je ervan maakt. Eerste gold party. 20 euro in de base game pak, nou eindelijk crack. Dildo's. Het allebei. Allebei. Nee.
Ja, tot de 1200. En dan gaan we even Gates proberen. Of Gold Party, Gates, No Limit. Ook Possess moeten we ook nog doen. Even Road Rage. Het wordt nog druk vanavond. Wil je niet een keer een 24 uur stream doen? Zou dik zijn. Fijne skitje met zoveel verzoekjes. Ga ik dat zeker een keer doen. Of ik het volhouden is weer een ander iets. Nou pa, deze wil echt niet. Kom op. Laatste. Deze is zo moeilijk om te pakken af en toe, hè. Gold Party zegt me echt helemaal niks. Ontbreekt Magic. Met zoveel verzoekjes in 72 uur streams, precies. Ja, het is leuk voor Dennis om te rekken. Oeh, ik dacht meteen bonus. Wat moet je hier hebben dan? Lekkere peuken erbij inderdaad. Diamond Link, Mighty Diamonds. Doe je nog wel eens een Meijer op 4 holes? Ja, ik zeg al, die live casino games ook eigenlijk alleen als ik winst sta. En ik heb de afgelopen maanden helemaal niks meer gewonnen. Alleen maar aan het verliezen. Dus vandaar ook iets minder gameshows aan het spelen. Moet ik gewoon 6 hebben dan? 6 goudpotten en je bent binnen. Oké. Okay. Wil even proberen dan. Visker, goedenavond. Op zich gaat het prima. We staan op break-even. Maar één potje kan ook 2 of 3 potjes geven. Oké, okay, wat is dit dan? Oh, leek heel wat. Maar je moet echt volle bak hebben, denk ik. Ik ga stoppen met gokken en ga als ik een tijdje gestopt ben af en toe maar doneren op jouw kanaal. Ook leuk. En ik verlies niks. Gary, groot gelijk. Als je moet gaan stoppen dan... of als het te veel geld gaat kosten, dan gewoon even een time-out nemen of helemaal stoppen. Streams kijken is goedkoper. Ik kijk af en toe ook gewoon naar Slotbeast of naar Wantime. Kost me niks. Die derde, kom op. Oh, jammer dat hij dan niet wel pakt. Pro's en gems voor me kunnen spelen. Mijn slots met meest gelukt. Al 10 keer 1000x. Oké. Okay. Die gaan we de volgende keer bijpakken. Misschien dat ik hem straks ga spelen als het budget ernaar is. Maar Dennis is mijn moderator. Zou je die op het lijstje willen zetten? Ik hou dan een lijstje bij. En als ik... ja, ik kan niet alle verzoekjes inwilligen. Maar sommige verzoekjes kan ik dan de volgende keer... of de keer erop bijpakken. Kun je sharebox vertalen? Oh! Zou je nog gokken als je 1 miljoen zou winnen? Zeker. Dan gaan we gewoon voor de 10 miljoen. Ja, 1 miljoen heb ik niks aan, hè. 50% belastingbewijs van of vermogensbelasting erbij. Nee, maar ik doe het gewoon echt serieus omdat ik het gewoon ook echt leuk vind. Ik doe het eigenlijk bijna al mijn hele leven. Alleen dat ging ook op een gegeven moment te veel geld kosten, dus... vandaar dat ik er uiteindelijk mijn werk van heb gemaakt. Kom op, doe een boontje. Nee. Race time misschien later nog, ik weet niet zeker. Jason, dankjewel jongen. Want hij is weer in afpakmodus. We gaan dan even inzet iets naar beneden doen. Op 75, heel even een klein turbootje erin. Kijken of we een feature kunnen pakken. Moet je belasting betalen over je winst? Nee, zeker niet. Alleen... wel inkomstenbelasting en dergelijke. En ik heb ook een investeerder achter me staan die een percentage ook in het bedrijf heeft. Dus als ik 1 miljoen heb, moet ik sowieso al 40% afstaan.
Ja, Jason, super bedankt voor de donatie. Wordt gewoon weer echt helemaal top. De potjes willen nog niet echt. We doen deze tot de 11:30. Was ik net zo lekker bezig. En nou gaat hij eraf pakken. Hé! Hey! Net inzet verhoogd. Ik heb iets. Deze moet je hebben, toch? Kabouters. Bridget, deze voor jou. Ik heb een kabouter onder het bureau, die klikt voor mij, dus die gaat geluk brengen. Je had met Top Notch moeten praten. Ja, nee, maar het is, die investeerder is ook een hele goede... of iemand die ik heel goed ken. En waar ik ook privé soms dingen mee doe. En ik zeg al, als je geld verliest, dan kan je lekker bij elkaar uithuilen. Als je geld wint of verdient, kan je het samen vieren. Ik heb al veel dingen gedaan. Maar het leukste aan geld verdienen of aan succes hebben, of zowel positief als negatief, is alleen leuk als je het ook kan delen met anderen. Dus ik vind dat zelf eigenlijk wel leuk. Je schuil, nou, die heeft weinig geïnvesteerd, toch? Ja, veel liefde. Nee, de Gaming BV. Ja, precies. Gaming with Christian. Kijk. Heb je ook een eigen kanaal dan, Christian? Klinkt van wel als ik zo je naam zie, maar we gaan kijken. Ik ben heel benieuwd naar deze, nog nooit gehad. Oké, je moet dus volle bak hebben. En 7 spins nog. Extra spin, oké. Grappig. Dit is wel grappig. Kom op, Bridget. Doe het voor de midget. 1 leuk. Dat zijn allemaal kleine, allemaal zulke prijsjes. Kan je ook nog upgrades krijgen of zo? Wel leuk dat er zoveel spins zijn. We hebben dus heel veel respins nodig. Dat heb ik al wel gezien. Misschien niet derde. Nou, dan wordt het... Dan wordt het nog heel krapjes op. Kom op. Respins. Oké, eentje. Hoef maar te vragen. Nog eentje. Oké. Kan ik aandelen kopen? Nee, dat is op dit moment niet meer nodig. Doe naar deze Diamond Link. Hij kan ook een 100 euro potje geven. Maar dit ziet eruit als een cup bonus. Maar altijd lekker voor de motivatie, Dennis. En gooi dan die linker helemaal vol. Of linksonder. Moet je wel wat respins bijgeven. Hé, hey, wat is dat? Upgrade, denk. 20 cent upgrade. No, no, no. Die vee die had thuis mogen blijven. Hé, hey, weer een veetje. Wat is die 3 daar linksonder? Nog 2. Ah, dat gaat net niet natuurlijk. Ik heb een respin nodig, doe het. Ah, oh, dat is een rotstreek. Er is helemaal niks volgens mij. Het zag er allemaal heel spannend uit. Een toffe vee. Toffie vee. Ik dacht even 120 euro, maar het was 1,20 euro. Ja. Hebben we wel eens eerder gehad volgens mij met een bonus. Ja, wat zijn dit ook voor prijsjes, joh. Maar wat betekent dan die 3 en die 5 daar links? Nou, dat was niet veel. Oh, de V-multipliers, oké. Okay. Nou, nog heel even, tot de 11:40. Yo, smakelijk, Robin. Ja, hier gaan we zo weg, hoor. Maar ik geloof wel dat met die potjes dan... Hé. Hey. Tientje, oké. Okay. Kan hier... Tot de 11:40. Lager gaan we niet. Zeus vs Hades. Eerst nog even possessed en dan Zeus. Oh man, moet je kijken. Hoe kan dat geen prijs zijn? Wat een mooi beeld. Ja, er kunnen hele dikke potjes zitten met die vee erop. Oké. Okay. Ik had natuurlijk... weer gigapech. Gates gaan we zeker ook nog doen dadelijk.
Nou, hier gaan we mee stoppen. Eén keer iets omhoog. Tot de 11.40. Kom op, doe het één keer. Maak het één keer spannend. Denk het niet, hoor. Oh. Kom op, nog drie draaien. Ja, het Zeus van JZ, die schooien weer. Oh, kom op, van ertussen. Oeh, dat moet toch iets zijn? Dat moet toch iets zijn? Bed verhoogd. Maar hij valt net niet lekker, denk ik. We kijken bijna volle bak. 240, 240. Nee, valt tegen, denk ik. Ik denk 70. 60 of 70. Nee, is niet heel dik. 60, ja. Maar wel een mooi scherm, toch? Maar hoe kan dat maar 60 euro zijn op 1,50? Bijna volle bak. Maar goed, maar goed, maar goed. Tot de 11,80 dan. Toch weer break-even. Dat is op zich niet eens slecht. Volle bak is maar 100x. Meen je dat nou? Kermit kikker. Ik wil nog één keer die potjes hebben. Dat is altijd gevaarlijker bij dit soort spelletjes. Ayeto. Ja, ik vind ook die prijsjes toch wel jammer. Ja, precies. Tot 11,80 en dan stop ik ermee. Zeus VSH is inderdaad letterlijk alles of niets. Oké. Laatste. Finito. Hey, dubbele potjes. Dat kan dus ook. Maar op zich wel een grappig kastje inderdaad. Maar dit is ook zo'n gevaarlijk spel. We gaan 5 keer zoveel kans. Maar het punt is, kijk, als je deze op een lage inzet doet. En die X-bet. Heb je al vaker die bonus. Maar dan win je de bonus eigenlijk op 40 cent. Dat is echt wel kloten. Eerst even kijken of hij er zin in heeft. Een shout-out naar Jada. Jada, de groete Ivan Nede Gaming. Mijn naam is Timo. Oh, vrouwtje. Oh. Wat is de beste Casino No Limit? Ja, Sander, is lastig. Maar toch wel Mental of Road Rage. Zeg even Jada een lekker ding van me. Ja, Jada, Timo vindt jou een lekker ding. Dead Canary. Ik wil ook nog wel even kijken, Benno. Fire of Destruction. Dan kijk ik binnenkort inderdaad. Dennis, zou je die op de lijst kunnen zetten? De lijst groeit met de dag, dames en heren. Pirates, misschien dat ik die straks ook nog wel eventjes ga doen, inderdaad. Ja, ik vind het ook een hele... Het is dat ik een redelijke win mee heb gehaald. Maar het is compleet random. Eigenlijk moet je gewoon alleen die vrouwtjes hebben. Top. Eén keer even die bonus. Ja, ik ben niet zo fan van die X-Bet feature. Eerst game show. Hey, bonus! Maar ja, dan heb je dus gespeeld op een euro, maar je hebt die bonus op 40 cent. En hier heb je gewoon mega upgrades nodig. En eigenlijk moet je alleen kijken naar die vrouwtjes. Die moet je dus hebben, die vrouwtjes. Maar dat, vaak doet hij het zo dat hij op de eerste rij die vrouwtjes niet laat zien. Ja, en die upgrade, dat heeft er eigenlijk alleen maar mee te maken dat dan die symbolen in het kruis komen. Kom op, dit wordt al helemaal niks, dat zie ik al. Hij doet niet eens een upgrade. Oh, en dan moet je die multjes inderdaad hebben. Of zo'n weld erbij.
Oh, precies allemaal verkeerd. Vrouwtjes, ja, die exorcist, zeg maar, die daar op de middelste rij bovenin. Die. Oh, als dat een vrouwtje in het begin was, dan was het leuk geweest. En in dat kruis vallen symbolen. En met die upgrades haalt hij elke keer de laagste symbolen weg uit dat kruis. Zodat je op een gegeven moment dat vrouwtje overhoudt en dan je de meeste winst kunt pakken. En eindelijk één upgrade, maar wel een extra spin. En ik heb nog geen één hit gehad. Geweld. Ah, katje. Ook helemaal niks. Er wordt helemaal niks. Oh. Wel een upgrade, maar te laat. Vrouwtje dan. Ja, wel een vrouwtje, maar geen multis. Die moet je dus hebben, alleen een volle rij. Met een multi, en hier zit geen multis aan. En dan, ja, oh, ik moet nou een boekje krijgen, maar het is eigenlijk wel over. Wel die geweld. Maal 3. Net ook niet lekker. Ja. En je kan beter eigenlijk zonder die X-bet en dan gewoon op 80 cent of zo spelen. Als je dan een prijs hebt, dan is die gewoon in één keer drie keer zo leuk. En Valentijn 020, mag ik moderator please? Ja, ik heb net toevallig... Er zitten al 4-5 moderators. Doe het. Ah. Dus voor nu hebben we genoeg moderators. Maar ik zeg wel binnenkort misschien een Engels kanaal openen. Dan heb ik misschien wat extra moderators nodig. Oh, kijk, zo wil je me hebben dan met multi. Ilko, dankjewel jongen. Een money card, die is pas echt gevaarlijk. Geen verlies is al heel wat, inderdaad. Mijn English show is very goodos, bro. Ja, nee, maar ik heb op zich een heel fijn team waar ik nu mee samenwerk. En alles loopt daarmee eigenlijk vlotjes. Dus ja, voor nu super bedankt voor het aanbod. Maar voor nu heb ik genoeg mensen om me heen die me, zeg maar, helpen. Deze doen we tot de 11:40. En dan samenwerking met Steak en knallen op Kick. Ja, precies. Kan ik in ieder geval wel die bonus buys doen. Dat zou wel weer leuk zijn. Moet ik wel verhuizen naar Malta, maar goed. Roadside Ritjes kunnen proberen voor 2 tientjes. Jordi. Als hij nog past, we hebben zoveel verzoekjes binnengekregen. Kom op, doe het. Nee. Blabla, bla, nou, op zich, ik pak wel meer bonus om met die X-bet, alleen ik baal er dan gewoon van dan, dat je die bonus dan hebt met een veel lagere multi. Kijk, en bij Fire in the Hole kan het dan nog leuk zijn om gewoon snel een bonusje te hitten. Maar ik hit liever een bonus gewoon op een reguliere bet, dan met die X-bet, eerlijk gezegd. Nou, first een sigaretje. Ja. Steaks betaalt je miljoenen. Ja, nou weet je wat het is? Ik hoef geen miljoenen te verdienen. Natuurlijk, als ze me een miljoen bieden, ga ik geen nee zeggen. Dus ik wil ook niet hypocriet zijn. Maar, nou, ik hoef niet per se super groot te worden of zo. Ik vind het ook gewoon prima. Als ik mijn boterham kan smeren en ik kan doen wat ik wil doen, dan vind ik het ook gewoon prima. Zeker, we hebben zo'n Excel-lijst om alles bij te houden. Alleen er komen gewoon zoveel verzoekjes binnen dat gewoon... Ja, het is gewoon niet bij te houden. Dus daarom zeg ik altijd, ik beloof niks, maar ik kijk er wel altijd naar welke verzoekjes zijn ingediend. Zodat als ik bijvoorbeeld een bonushunt ga doen, zodat ik het in ieder geval mee kan nemen. Oh, tot de 11:40 had ik gezegd, maar... Doe maar 11:20 dan. Zonder de X-bet heb ik meer bonussen, dat is apart. Dankjewel, Wietse. Hey, bonus! Goeie timing!
Op een euro? Kom op. Ja, dan was hij meteen al interessanter. Ja, snap ik geen reet van. Eigenlijk moet ik hem van links naar rechts prijs hebben. In dat kruis in het midden. Daar kan een weld vallen. Die moet je eigenlijk hebben. En je hebt de standaard X-Ways bij No Limits. Die kunnen voor multipliers zorgen. Dat is eigenlijk alles. En, dus je moet gewoon van links naar rechts kijken. En dan het liefst wil je vrouwtjes hebben op die groene. En upgrades, daar moet je eigenlijk niet naar kijken. Dat is niet zo spannend. Het is geen echte upgrade bij dit spel. Behalve omdat je meer kans krijgt op een hit op die vrouwtjes. Met elke keer zo'n klokkie. Kijk, boekjes een gratis pin. Kijk, hier had ik nou multis op moeten hebben. Dan was het meteen leuk geweest. En zo'n klokkie, als we die gaan krijgen. Kijk, hier rechtsonder. Dat is een upgrade. En die andere... Kijk, nou die welds. Of die multipliers. Als nou een vrouwtje voorin had gezeten, was het mega geweest. En nu moet er een vrouwtje vallen. Met de multi. Maar dat doet hij dan weer niet. Ah, kom op. Iets. Een weld. Maar dat is geen goeie. Nou, die katjes. Maar dat is maar één multi. Dat is niet heel dik. Maar wel iets. 50 of zo, denk ik. Het is iets. 37. Ja! Kom op, vrouwtje! Doe die multi op die vrouw! Dan wordt het redelijk. Het is niet volledig, maar... Nee, dat doet hij op dat boekje. Oh, man. Dat is jammer. 64 wees is wel redelijk, hoor. Dat is ook wel 50 euro, denk ik. Meer zelfs. Kijk maar. Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Kijk, daarom zonder die X-bed is het meteen een stuk interessanter. Upgrade nog. Ja, dat is gewoon een goede bonus. Dit was het wel, denk ik. Iets meer multis had je moeten hebben. Eén boekje nog, kom op. Maar wel een upgrade nog. Oh, één rode voorin. Maar nou gaat hij teasen. Kom op. Boekje. Oh, kom op, laatste kans. Foutje. Nee. Groen. Nee. Oh, jammer. Maar wel een lekker bonusje. Dat was niet verkeerd. Oké. Ik kijk straks even naar die appjes, Peppy. Nou, een lekker bonusje. Hop, hop, hop. Dit is een bammetje, een klein bammetje. Dan staan we gewoon weer redelijk kiet. Dat is niet verkeerd. Eerst even... Wat had ik nou beloofd? Oh, Zeus. VS Hades. Een minibed hoor, minibed. 535 gates vandaag, dat is lekker. En gewoon bijna 400 kijkers, dat is ook wel weer ziek hoor. Ik wil even kijken of hij er zin in heeft. Maar deze is zo gevaarlijk. Madame Destiny, ook dat zo lastige. Ja, prima bonusje, Dr. Loefke. Yo, Barry Hees, goeie avond. Kan je even mental? Gaan we zo doen, Motivation RDV. Zeus heeft er vrij dezelfde zin in. Dat klopt. Maar dat is het gevaar bij deze. Ik heb dus één keer een 2500 x gehad op 2 euro bet. De week erna een 5000 x op 1 euro bet. En vorige week had ik een 1200 x volgens mij. Ik weet niet of het nou een bonus of een line het was, maar... Maar voor de rest alleen maar verloren met die Zeuskast. 20x! Oh! Dat is ook geen goede combi geweest, maar... Road Rage gaan we ook nog wel even doen. Favoriete kast, toch wel Reactoons. Dennis neemt echt het account over. Ja. Wie is nou weer Peppy? Peppy is ook een van de moderators. Ja, het is voor mij ook bijna niet meer bij te houden, maar... ik heb aardig wat moderators, omdat ik op... Hij is eigenlijk, Peppy gaat zeg maar moderator voor Kick doen. Omdat daar vorige keer een paar mensen in zaten te kloten, zeg maar. En ik heb voor elk kanaal aparte moderators nodig. Ik heb die films gezien, ongelooflijk. Ook nog eens tijdens een livestream. Ja, dat was echt heel lekker.
is Shukra Downsdienst, Pepijn, ik zou wel van wegblijven. Of met een mini-inzetje spelen. We hebben hem net ook even gespeeld. Hij loopt wel een beetje te dollen. Ik ga de inzet toch even naar 80 cent zetten. Of 70 cent dan, iets hoger. Want ik moet even naar de wc eigenlijk. Nando, die Madame Destiny kunnen we zo wel heel eventjes doen, maar die kast hebben me wel zoveel ongeluk gebracht. En alleen maar geld mee verloren met die. Terwijl iedere andere halen allemaal max winst mee. Ja, ik ga gewoon rustig aanspinnen. Ik zal iets rustiger spinnen. Kom op! Doe het! Oh! Ik moet even mijn dwergje iets zachter zetten. Oh, dat is nog steeds snel. Ja, dat is bij deze anders niet te doen, maar als hij te langzaam gaat. Ik zal even kijken, dan gaat hij nog steeds snel, denk ik. Ja, deze act... Deze is echt mega gevaarlijk. Houd op, het is jullie al gelukt. Het is Peppy al gelukt, helemaal top. Had je mijn Windy, ik heb gemaild. Even wachten hoor, want... Ik mis vooral allerlei dingen op de chat. Ik ga zo afsluiten op mijn bed op zoek bij Michael. Hele fijne avond. Goed aan Marjan en bedankt voor het kijken weer. Helemaal top. Bedankt. En bedankt voor de donaties ook. Helemaal, echt helemaal super. U ziet liever hier een grote win. Ja, maar de grote win heb ik nog niet gehad. Is mij nog niet gegund. Ja, bij deze kast dan wel, maar niet... Ik weet zeker dat ik hem even op 50 cent zet, dan valt hij daar. Of 60 cent doe ik even. Google is weer blij met je donatie. Ja, ja, precies. Oh, twee wel, zag je dan, maar hij viel niet lekker. Nando, je hoeft het maar één keer te roepen. Ik krijg heel veel verzoekjes binnen. Ik probeer echt aan al die verzoekjes te voldoen, maar ik heb helaas maar twee handen. RP, ik ben er scherp op tegenwoordig. Oh. Ik ga heel snel even naar de wc, jongens. Ik wil zo een bonusje zien als ik terugkom. Dennis, vermaak jij even iedereen in de chat. Ik ben over één minuut terug. x, dat is redelijk. Gooi de stream offline voor de grap, ja precies. Niet zo hoor jongens, niet zo. Die Bridget, ja Bridget is aan het klikken. Nou doen we tot de 1200 en dan gaan we even gauge doen. 50x, maar viel niet lekker. Ja, hij loopt echt een beetje te teasen, maar... Eigenlijk had hij die bonus al wel moeten geven. Anthony, goedenavond. Stekkerdoos, goedenavond. Je mist net 50x, meen je dat nou? Maar was het geen combinatie dan? Bridget doet wel aardig de best. Ja, goed getraind, hè? Die dames moet je een beetje onder de knie houden. Een klein zwiepje, ja, inderdaad.
klein zwiepje, klein stengeltje, dus het komt niet zoveel uit. Ze noemen hem ook wel de garnaal. We kijken hoe snel dat gaat, hè. Nog een paar keer rustig. Of ja, even tot de 1200 en dan... Even snel tot de 1200 en tot de 1180. Even op een eurotje nog. Robin, hoe noem je deze poppetjes? Nee, ik heb vandaag echt mijn handen gewassen, serieus. Wel heel snel en niet meer zeep, maar goed. Tot de 1180 en dan even gates doen. Het gaat niet om de lengte van de kwast, maar om de kwaliteit van de verf. Ja, ik heb een beetje gewassen, stekkerdoos. Diamond Link. Nou, vooral vooruit. Gaan we dadelijk even kijken. Komt Bridget ook in het moderator team? Ik zal eens kijken wat ik kan doen. Het is een beetje verlegen. Zonder zeep telt niet. Je moet bedsize 1,20 doen, dan zit je zo in de bonus. Nou, dan noemen we dat... Tot de 11,70 en dan stoppen we er echt mee. Want bij deze is, als hij er geen zin in heeft, moet je gewoon snel weggaan. Kom op, maak het spannend. Cheng, hoe je crux kan omzeilen. Daar kan ik geen tips over geven. Als je in crux staat, dat betekent natuurlijk dat je jezelf aangemeld en dat je... moeite hebt met je kokgedrag onder controle krijgen, dan is eigenlijk niet de bedoeling dat je het gaat omzeilen natuurlijk. Sigaret mag niet nat worden, ja precies. Eén draaitje nog. Laatste. Ja, deze had een, deze mag hem niet zijn. Diamond Link, wie zei dat? En dan gaan we hierna gates doen. Er zijn er zoveel, Diamond Link. Welke Diamond Link? Roel gaat zo bonussen openen. Oké, okay, ben benieuwd. Gaan we daar ook wel even kijken. Wie zei er die Diamond Link? Die met de 7, oké. Okay. Ben je een kettingroker? Redelijk, Jens, ja. Ik ken mensen die erger zijn, maar... kan de meeste goed bijhouden. Wat is dit dan? Moet je 7 diamantjes hebben dan? Dit zijn altijd van die tricky kastjes. 9 pots of gold. Die is ook wel leuk, ziet ze. Ik deed vroeger altijd gokken met CSGO skins. Kennen jullie dat? Zeg maar echt helemaal niks. 1,25 of 2 euro. Ja, maar ik vind dit soort kastjes altijd lastig. Ik ken deze ook niet, dan wil ik hem ook altijd even zien. Je hebt 3 scatters. Of 6 diamonds. En 7 is nodig. Oké. Okay. Nou, dan ga ik de inzet iets omhoog doen dan. Nou, 1,25. Waar zie ik mijn saldo? Hé, hey, waarom is dat scherm nu... Oh, daar onderin. Oké. Jack in de pot is ook een hele leuke. Goedenavond. Goed TV. Het wil niet. Maar hij pakt ook nog niet heel veel af, dus... In dat opzicht ben ik ergens al blij. Al gaat het nu weer naar beneden, maar we staan nog een beetje kiet ongeveer. Joker holt en win. Ja, nooit zien doen. Serieus, redelijk kast wel. Oké. Okay. Ja, maar er worden ook zoveel kasten uitgebracht tegenwoordig. Het is gewoon niet meer bij te houden. Eén bonusje, kom op. Kun je El Paso nog spelen? Vraagt Ilko. Ook weer lang geleden. Oh!
Minor, Mini en Minor. Oh, dat was wel een leuke geweest. Deze bonus is wel leuk, man. Oké, ik ben wel benieuwd. Maar ik heb wel gezien dat hij ook snel af kan pakken. Had de Grand erop met 60 cent, 600. Dat is lekker. Ja, deze... ook omdat hij dat geluidje maakte, leek het even alsof dat hij ging vallen. Kom op. Laat hem één keer die bonus zien. E-sports wedstrijden. E-sports is wel gaaf ook. Maar het is een tijdje geleden dat ik me daarin verdiept heb. Heb nou 3 keer de major gepakt. Oké. Kom op. Ja, met een geluidje dan valt hij heel soms. Oké. Kom op, maak het 1 keer spannend. Ondanks Crux kan ik wel in de Total winkel. Ja, dat is dan wel inderdaad een beetje apart. Roadside ritjes. Jordi, die wil die zo graag spelen. We gaan zo, die gaan we dan hierna misschien nog even kijken. Kom op. Iets. Maak het spannend. Oeh, dat is jammer. 8 euro, oké. Okay. Maar ja, deze moet je inderdaad... Dit is wel een kast, die moet je spelen als je gewoon winst staat. En dan een wat dikker inzet. Dan kan die wel leuk zijn, denk ik. En dan moet je geluk hebben dat die valt. Gamban, dat is ook een... of Gamban. Dat is ook wel een aanrader inderdaad als je die buitenlandse casino's wil blokkeren. Tot de 10.50 spelen we deze. Ik ben benieuwd naar jouw mening over het muziekje van de slot. Dus als je niks vindt, doe je maar weg. Maar 2 bonussen met Walking Reels, oké. Okay. Oeh, die was ook leuk. Met een scatter is dat een soort free spin bonus. Ah, kom op, doe iets. Roe gaat bonus open. Even live meekijken. We gaan zo even kijken, Peppy. Eerst, ik wil even nog een bonus hier pakken. Hij heeft er geen zin in zo te zien. Kom op. Hé! Hey! Dat is wel een kleintje, maar we hebben er één. Dit is een soort Lightning Link zo te zien. Volgens mij is Nederland gokverslaafd. Ja, precies. Kom op, iets. Al is maar een tientje. Kom op, een tientje. Ben ik tevreden. Nee, dat is geen tientje. Nee. Hé, hey, dat is een tientje. Oh, een minor. Hé, hey, dat is goed. 60 euro. Hop, 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 hop. Jackpotje. Random Raymond de Leeuw. Random Runner was ook lang geleden. Haak op. Niet stoppen nu. Nog eentje. Oh, yes. Nog één keer 5 euro. Ben ik tevreden. Doe het. Ah. Maar goed. Was geen slechte. €76 is niet slecht. Ik hou al van die klassieke dingetjes. Doen we nog 10 draaien. Ik wil eigenlijk die scatter nog even hebben, maar even kijken naar mijn dingen. Ja, tot de 11.50. Dat heeft het vrij weinig gekost.
Een paar draaitjes nog. We zijn nu op 11.60, dus tot de 11.50. Kan je die explosivo spelen? Oeh, dat is ook wel gevaarlijk, hè? Maar die is inderdaad ook wel grappig. Oh, wat een mooie timing geweest. Nee. Oh, laatste. Zet toe. Dan gaan we heel even bij Roel kijken. Die is bonus aan het open. Die Mafia Clash. Mafia Clash, dat zegt me helemaal niks. Alles draait al erg hard. Nee, ik heb gewoon, het is echt puur voor lol dit. Kunnen we even lekker chillen? Hey, Robin is in huis, kijk. We gaan precies bij het Robin, want we gaan de bonus terugkijken. En, ah, kijk, hij gaat de bonus open. Ik ga een paar bonusjes meekijken. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Nee. Succes. Ja, dat laatste tijd sowieso altijd veel hier. Succes, kerel. Altijd goed om het casino eens af te spreken. Altijd gezellig. Schietpartij. Boom. Ja, wat heeft hij met zijn hoofd gedaan? Ja, winnen hier wat. Ik weet niet of ik daar iets over mag zeggen, maar... Hey, kijk. Hij kon niet meer herkenbaar in beeld. Maar tot op heden, moet ik zeggen... Dus heeft hij ervoor gekozen om een soort Snapchat-filter gedaan. Dat is ook wel weer grappig. Dus ook wel weg, maar goed, de meeste mensen kennen hem wel van zijn tijd van Wantime, dus... Zo is het, Mo. Zo is het. Ik had er gewoon net... Nee, je mist wel een beetje de emotie natuurlijk. Het is dat ik hem ken. En daardoor vind ik het nog steeds leuk om naar hem te kijken. Maar hij zou natuurlijk liever ook gewoon zelf komen met zijn echte gezicht erop willen. Nee, de game komt even in de chat. En er is gewoon op. Kijk, gelijk 10 erbij. Oké. Ik ken deze dat spel helemaal niet. Mafia Cash. Zijn gezichtsuitdrukking was altijd goud. Ja, ik vond hem ook altijd heerlijk. Dat hij kon ook altijd zo lekker flippen met zijn... op het einde dan alles of niets op roulette en zo, dat soort dingen. Even kijken hoor. Wat gaan we doen? We gaan naar Benji. Benji killed for Elder, dat vind ik zo'n gevaarlijke Benji slot. Benji killed in Las Vegas. Op de... We moeten naar 1250, dames en heren. Heeft met zijn beroep te maken, vandaar onherkenbaar inderdaad. Prachtige vent. Ik ben met hem naar Berlijn geweest. Oh, dankjewel Peppy. Ja, ik wist niet wat ik ervan mocht zeggen. Tim Wendel. Ja, dat is een goeie. Die gaan we zo even spelen. De Gates gaan we ook nog spelen, Lian. Even twee bonusjes bij hem kijken. Nou, hier moet je echt die superbonus bij hebben, anders is helemaal niks. Niet een dubbele retrigger, maar een dubbele stream. Ja, precies. Is, Nine Pots of Gold. Sietse, die heb ik al wel een paar keer gedaan, maar... Die gaan binnenkort, ga ik die zeker spelen. Ik zeg al, ben met een nieuwe samenwerking bezig. Ja, één mogelijkheid. En die provider... Waar ik binnenkort wat dingetjes voor ga doen... Die heeft ook dat spel gemaakt. Ook de live versie van, de game show. Dus die ga ik binnenkort zeker spelen. Moet morgen 5 uur op om te werken. Kan je net zo goed opblijven, Lian. Zou het leuk vinden om cases op te nemen hier in Nederland. Ja, de wetgeving zit inderdaad allemaal weer in de weg. Misschien zo even een nabedje. Vandaag gewoon, ziet ze, ik kan niet alles tegelijk doen. Ik heb zoveel verzoekjes al binnengekregen. Maar misschien als we nog een leuk win pakken met Mental of Gates. Want ik wil Reactoons ook nog wel even spelen. Jongens, het is... Oh, de crypt had ik eigenlijk ook nog beloofd. Het is weer janken. Ongelooflijk zeg. Lekker. Mr. Jongen. Was toevallig gisteren Wits van Vegas strip aan het kijken. Bla bla bla.
Dat is ook zo'n gevaarlijk spel met al die Explosivo 2 stekkerdoos. Die wil ik eigenlijk ook nog wel eventjes doen. Ik heb weer wat video's van twee stipjes kunnen uploaden. Samen met mijn broers. Ik heb het nooit iets diks gepakt in die game. Een heleboel Vegas-tips opstaan. Ik ga ook zelf wel even printen. Succes, Biggie. Een heleboel. Kan je even hoera zeggen voor mijn vriendin? Bij deze, de vriendin van tips. Hoera! Gefeliciteerd, dat neem ik aan met je verjaardag. Is dat offline gehaald? Stik voorzichtig, ja precies. Ja, dit is echt wel een leuk spel inderdaad. Alleen hij geeft bijna altijd dode spins. De eerste drie levels gaan we lopen. Dan gaat hij dode spins altijd geven. Even wat mooie Vegas video's. Ja, de energie begint ook een beetje op te raken, Peppy. Dus ik heb dadelijk een leuke win nodig voor de adrenaline. Het grootste toernooi CS2 is nu bezig. Gaming with Christian, ik ga daar straks als ik op de bank lig en een Big Brother ga kijken, ga ik het op mijn iPad even bekijken. Ik hoor net ineens, ik had gezegd... Hoezo heeft die Roel zo weinig kijkers? Nou, hij is een heel lange tijd weg geweest. En hij deed natuurlijk gewoon eerst met zijn normale gezicht erop en sinds kort... Ik denk dat het pas de derde keer is dat hij weer live is. En ja, hij moet helemaal weer vanaf nul opbouwen en het zal ook te maken hebben met dat... Een Snapchat filtertje. Dat is toch net wat anders als iemand echt in beeld is. Ja, maar dat is... Ja, precies Tim. Dat is denk ik een beetje het ding. Maar hij wil heel... Oeh, dat is een lekkere. Jongens, dit is goed. Dit is goed, hè. Dit is goed, toch? Dit is goed, toch? 100 euro'tjes, jongens. Dit is goed. Dat is een lekkere. Nu zijn we bezig. Had vandaag 4 scatters op de crib. Alsnog door je spins naar level 3. Ja, zo vaak, Eelco. De major inkopen. Crack, ik krijg een 500x drop, pak daar niks. Oh, dan meen je niet, Crack. FRFC, zeker. Maar hij is ook een beetje... Ik ben laatst met Roel uit eten geweest en met het team van One Time. Dus na deze bonus gaan we gewoon weer zelf verder spelen. Kan ik lekker even op mijn bakje sigaretje roken. Olivier, hij heeft die filter omdat hij wat problemen heeft gekregen met afpissen. Dat het wat lastig ligt met zijn normale, reguliere baan, zeg maar. Weer allemaal dode spins, hoor. Net niet aan laatste level, natuurlijk. Kan je zelf nog spelen, zeker. Na deze bonus van de crypt ga ik gewoon weer zelf spelen. Jullie moeten allemaal niet tegelijk live, zegt Iris. Het was geen slechte bonus. Maar we gaan gewoon terug. Nou, dead spinnen? Nee, toch? Hij gaat gewoon dead spinnen, jongens. Ik ben wel Oké. Zometeen even. Oh, eerst even mental en dan gates. Dit is goed. Oh, dat geluid wel uitzetten van hem. Dit is ook goed. Oh, het was niet eens over. Maar goed. Yo, Hassan. Hassan, Yassan. Hoppakee. Roel is eigenlijk taggy. Ik vind het mooi hoe goed die onderlinge sfeer is. Ja, dat is toch ook zo. Want bij de meeste buitenlandse streamers allemaal concurrentie. Ja, het gaat ook gewoon om de gezelligheid. Het is ook lang geleden hoor, een dikke klap op mijn mental. Ja, geluid van de stream, ja klopt, zag ik het even. Pirates straks spelen, Max. Ik moet nog heel even kijken of ik dan nog budget over heb. Maar zo, hierna even Gates. Dan nog even Reactoons. Die Roadside Ridges misschien nog even. Motivation, nee, we hebben vandaag weinig klappers gehad, maar ook... ook weinig verloren. Dus daar ben ik al heel blij mee. Jappinator, goeie avond. Oh, Explosivo 2. Ja, ik zeg al, ik moet er zoveel doen. Het is bijna niet te doen. Weer een... Ja, het was eigenlijk de bedoeling om maar een uurtje te streamen. Ah, dankjewel Max. Kom op, geef me even een bonusje.
Maak het spannend. Gates gaan we hierna doen, Liam. Hassan, Jassan, mijn vrouw wil heel graag een dildo. Wat vind je hiervan? Ik ben het er niet mee eens. Ik zou het wel doen, Hassan. Vrouw blij. Is goede sfeer in huis. En tegenwoordig maken ze zoveel gave speeltjes die ook nog best wel leuk zijn om gewoon mee te spelen. Maar goed. Het laatste waar ik advies over moet geven is dildo's. Dennis, zeker. Ja, het gaat niet goed, maar het gaat ook niet slecht. Dus dat is op zich al wel lekker. Ik wil eigenlijk boven die 1000 blijven. Maar dan moet je nooit zeggen, want dan zitten we er over 10 minuten onder. Nou, dankjewel, Max. Je hebt zeker aandelen in Easy Toys. Was maar waar. Die zie ik overal voorbij komen. Die doen het voor mij best aardig. En tegenwoordig staat er overal zo'n apparaat op het nachtkastje. Jochem, goedenavond. Hier gaat op zich alles prima, maar jou ook, hoop ik. Nederdildo. Ja, dat zou wel gaaf zijn, toch? Die dan hop 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 zegt als je klaarkomt. Happy wife, happy life. Ja, die probeerde ik. Ik was het gezegd even kwijt. Kan je op No Limit wel bonussen kopen? Nee, dat gaat hier niet. Ja, het kan wel, maar niet in Nederland. Kunnen ze jou niet sponsoren? Bad City stuurde ook iets op, toch? Ja, precies. Ja, ik heb toen wel een dildo, die heb ik aan mijn schouw gegeven. Want dan dacht ik van, elke keer als ze dat ding gebruikt, dan denk ze aan mij. Dat weet ik zeker. En als je dan trilt, zegt hij... ja, klopt. Ja, die Easy Toys probeert wel een beetje de... Net als Duracell... Nee, niet Duracell, heet dat. Dat condoommerk. Die proberen het wel een beetje, maar die zit ook met heel veel regelgeving. Hij heeft er niet heel veel zin in. Dus tot 1080 en dan even Gates. Menthol kan uitslaten bij Zeus, ook zoiets. Ja, fijn is een keertje. Menthol is ook alles of niets. Maar bij Menthol kan je af en toe nog wel eens een bonusje pakken. En dan kan je ook gewoon 500x geven. Maar hij heeft er ook wel eens, net als nu lijkt het, helemaal geen zin in. Dan kan hij ook echt afpakken. Kan je straks Sugar Rush 1000 spelen. Misschien dat we straks dan nog even mee eindigen, Neil. Die deed het echt giga slecht. Durex, dat was hem ja. Ik was even de naam kwijt. Maar die Durex, ik wou zeggen de Duracell, dat is weer een andere. Ja, Zeus en Menthol geeft meestal nog wel iets in de bonus. Maar Zeus vs Heat is inderdaad vrij vaak een 0x. Big Bamboo is ook leuk, ja. Die gaan we binnenkort doen bij de bonus hunt voor de Push Gaming toernooi. Weet jij wanneer de nieuwe Evolution Games uitkomen? Ja, volgens mij komt die Lightning Storm eind april, begin mei uit. En de rest volgt voor mij allemaal een maandje daarna. En dan moet ik even terugkijken. Ik heb dat filmpje wel gezien. Maar ik ben het eerlijk gezegd al vergeten. Sea of Plenty, Gates of Olympus, Pirates, Dockhouse, Moon Princess en Roulette doen. Dead or Alive 2, ooit 10k opgepakt in de bonus. Ja, precies. Ik heb ook wel eens een keer hele dikke prijzen meegepakt. Ik zei 1080, maar we doen 1060. We een keer in Bulgarije gaan gokken. Je hebt daar een stadje vol met casino's vlakbij de grens. Oké, gaaf. Ik ben er ooit wel eens geweest, maar nooit om te gokken. Nou, nog 9 spins en dan gaan we eerst even Gates proberen. Jij doet nooit gewoon roulette, Robin. Nee, dat doe ik eigenlijk ook alleen als... Alle live games doe ik alleen als ik win sta. Ik vind dat alleen leuk als ik dat kan highrollen, zeg maar. Dus met bets van 50, 100 euro minimaal. En dat schiet gewoon niet op als je 1000 euro balans hebt. Nee, Modern Destiny hebben we nog niet gedaan vandaag. Fish Eye. Dat is wel grappig altijd. Die mensen die dan die dingen in de chat zeggen. Bijvoorbeeld die Modern Destiny, die roept iedereen. Maar ik zeg wel, ik heb er nog nooit wat mee gewonnen. Hetzelfde geldt voor die Fish Eye. Die is vrij populair.
Ik heb er nog nooit hoger dan 10 euro mee gewonnen. Maar als Gates het doet, kunnen we die allebei nog wel even doen. Uiteraard, Iwan. Ja, deze heeft er echt geen zin in. Nou, nog achteruitjes dan. 10,50, mooi rond. Oké. Maar laat die dingen niet eens zien. Ik verwacht straks een win, max win op Gates. Oh, Timo, super bedankt, dankjewel. Dat is mijn grootste win tot nu toe. Jouw donatie. Dankjewel jongen, super. Helemaal top. Welke kast raad je aan als je met 330 euro wil gokken? Hangt er een beetje vanaf. Als je mini inzetjes gaat doen voor 20 cent of zo, dan zou ik voor de utilikast pakken van No Limit of Hexal. Kan je echt op een euro spelen, dan zou ik echt meer Play and Go, Pragmatic of Elk pakken. Dan kan je wel langer met je geld doen namelijk. Oh, met 30 euro? Ja, met 30 euro zou ik echt mini badges en dan bijvoorbeeld Mental of bijvoorbeeld eerst Reactoons proberen, kijken of die er zin in heeft. En dan zo langzaam je winst proberen uit te bouwen, maar ja, ik zeg wel, ik ben zelf mega aan het verliezen de laatste tijd, dus ik weet niet of je heel veel lange tips gaat hebben. Tome of Madness, dat vind ik een beetje een wannabe Reactoons. Ik kan daar niks aan doen. JW, dankjewel jongen. Super bedankt. Maar ik weet dat die Tome of Madness is bij heel veel streamers super populair. Maar dat is niet mijn ding. Nou, Gates proberen. Oh. Eén draaitje dan nog. Oh, dat was mooi geweest. Het wordt wel weer tijd voor een bonusje hoor. Kom op man. Ben je zo snel alles kwijt? Ja, ik wel. Met gokken kan echt zo snel er doorheen gaan. Daarom zeg ik, ik ben al blij dat ik vandaag redelijk lang met mijn geld kan doen. Maar nooit zeggen, want ik ga duiken onder die 1000. Wisselen met een peukje erbij. Ja, maar die heeft net alleen papier net leeg getrokken. Maar hij is in één keer weer in afpakmodus. Ik heb even een al is maar een bonusje met een maaier, ben ik al tevreden. Money train. Ja, ik zeg al, er zijn zoveel verzoekjes binnengekregen dat ik niet eens meer kan onthouden. En ik ben een beetje afhankelijk. Als ik op 800 kom, wil ik eigenlijk stoppen. Maar dan wil ik dat geld weer gebruiken voor de bonus hunt voor Push Gaming. Ah, wat is dat dan joh? Laptops. Maar Duits is niet zo goed, maar volgens mij spam. Spam. Dus leven als kaas, online casino, sportwet, bla bla bla. Laptops. Nederlandisch bieten. Wie spreekt er hier goed Duits? Peppy, ben er nog in de chat? Oh wacht. De hel bestaat niet, wees bang voor de dood. Zult stel je even stad, joh. Ja, timer. Left lane had echt wel een hele lekkere. Oké, okay, dankjewel Peppy. Een of andere Jezus freak. Dat is ook voor het eerst dat je een Jehovah getuige of zo die naar gokken gaat kijken. Wat was dat dan? Ja, precies. Kan je op de Nederlandse casino's max winst halen? Zeker, Kevin. Check mijn community compilaties maar. Ik krijg denk elke week 30, 40 video's binnen van spelers die op de Nederlandse casino's max winst hebben gehad. Dus het kan wel, maar ik heb zelf nog nooit gehad. Überhaupt in mijn hele leven nog niet. Dus ja, het zijn gewoon
Gelukslappers. Dat zijn scouts, ja. Scouts van Jezus. Had hij je niet overtuigd? Ja, ik ben meteen om. Kijk, als ze nou een mooie blonde dame sturen, dan teken ik meteen. Kom op, we gaan alweer onder de 1000, dat is geen goed teken. Binnen 2 weken heb je de max win. Laten we het hopen. Stijn, een nieuwe community win. Ik hoop, morgen of overmorgen. Mint en Rood reageert op elkaar. Ja, dat zou goed kunnen, hoor, omdat het natuurlijk scherp is. Wat is je mening over pop-win-slots? Ik hou daar persoonlijk van. Ik vind die wel kei leuk. Ik speel ze niet zo heel vaak, moet ik heel eerlijk zeggen. Ze kunnen heel snel je geld afpakken als die pop-wins niet komen. Op een of andere manier werkt dat een beetje als met die bonussen sparen. Je blijft maar doorgaan met die kast op een of andere manier. Maar ik vind ze wel leuk en ze kunnen dik geven als het mee zit. Hardcore Forever, Money Train 3 pakte vanmiddag goed. Top. Het is ook al een tijdje geleden, maar het is lastig om die bonus te pakken. Al een datum voor de webshop? Nee, Jacob. Ik zeg al, tot en met april zit echt een heel mijn schema vol. Dus ga er maar vanuit dat het nog een maand of 4 minimaal duurt. Mij kennende. Maar het staat op mijn lijstje, maar ik durf daar niks zinnigs over te zeggen. Popwins als afsluiter. Ja, maar ik wil eigenlijk bij de 900 nog 100 euro reactoons doen. Als die nou deze gates of reactoons nog iets geeft, dan wel. En anders misschien dat ik hem bij de volgende stream doe. Ja, pirates, ja. Kom op, 1 bonusje moet er wel kunnen. Maar dan gaan we bij de 800 wil ik gewoon gaan afsluiten. Explosieve 2, die moet ik ook nog doen, ja. Kom op, bonusje. Kom op, doe het! Oh. Kom op, 1 bonusje. Alsjeblieft, ik ben eraan toe. Oh. Of even een multi of iets. 700, dan stoppen zij het ook. Nee, ik wil echt bij de 800 stoppen. Ik begin ook al moeten worden. Ah, kom op, doe het! Nee. Wat is je favoriete slot? Reactoons. Die gaan we zo spelen. Ik denk dat Gaines hem niet gaat worden. Ja, die 3 scatter tiers is altijd maar... Vaak valt hij gewoon ook in één keer, hè. Heel af en toe doet hij het wel eens zo met zo'n drop. Maar meestal valt hij gewoon in één keer uit het niks. Dat duurt nog 2 uur. Hij is vervloekt door onze bezoeker van zojuist, ja precies. Dan moet je nagaan, bleef ik heel de tijd zo lekker rond die 1200 hangen. En dan gaat hij weer naar beneden als een malle. Dus daarom wil ik ook gewoon op tijd stoppen. Want ik weet hoe dat gaat bij mij de laatste tijd, dan eindig ik weer op 0. Kom, een multi of iets. 50x! Rood, doe het! Jo, doe het! Kroontjes! Dat is een redelijke! Hop, 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 hop! 289, tatan! Hoppa! Uit het niks! Attention! Attention! Showtime, kom je dan! Die was op een lekker moment! Hoppa, hoppa, hoppa! Lekker bloedje erbij! I like it now! Komt ie! Komt ie dan! Boosje!
Oh, bonus! Doe het! Oh! Super Carousel! Hoppa! Push the safety bars up and exit the ride. Dat was wel een lekkere timing, zeg. Even een geluidje, dat is ook heel lastig. Hey, staan we gewoon met Kiet. Dat is toch lekker. Hoppa. Toch nog een bal om Destiny. Nou, dan kunnen we nog wel een paar slotjes gaan spelen. En ik ga drugs op. Ik krijg die vaak hoor. Nee, ik gebruik echt nooit drugs. Ik heb uit enthousiasme mijn kat uit het raam gegooid. Je hebt eigenlijk een hop-hop-hop hardcell remix nodig. Sam, die komt er binnenkort aan. Die zijn ze voor me aan het maken. Let's go. Ja, die had ik echt even nodig. Want hij ging aardig naar beneden. Nou, nog een bonusje. Boven de 11,50 een bonusje. Dat zou leuk zijn. Nog wat dikke winst gepakt. Jennifer, niet echt. Maar we hebben ook weinig verloren. Net toevallig een hele lekkere 50x. Bij Gates. Weg hier, kast is leeg. Ja, de... Kom op! Zik! Zik! Wow. Ja, toch nog heel even, tot de 11,70. Ik heb het gevoel dat er een bonus aan zit te komen. Die was ook echt nodig, ja, hij kwam op een heerlijk moment. Oh! Maar kijk hoe snel het ook eraf gaat, hè. Dat is ook ongelooflijk altijd bij Gates. Ja, toch wel lekker. Oh! 11,70. Daar stoppen we echt mee. Oh! Extreme roulette. Door die hit mogen we nog 3 uur langer genieten. Ik kreeg een bonen van die tumble. Ah ja, was zo lekker als je die multi voorbij ziet komen. Jammer dat het geen 500... Oh, 500x was. Ik heb mijn werk gebeld dat ik morgen later begin omdat het stream met 4 uur verlengd wordt. Nou, Big Boss is ook zo gevaarlijk, Jasper. Yo, Eierbal Gaming. Ja, die Sugar Rush die is me niet goed gezind. Ik denk dat hij hem al €1500 gekost heeft in de eerste 2 dagen dat hij live is. En allemaal bonusjes van 10x. Ja, hij teast wel een beetje. Oh, kom op. Doe het een keer. Doe eens leuk. Oh, hoe is dat mogelijk? Hij stelt helemaal geen hits. Heb jij wel geluk mee gehad, Eierbal? Voor de mensen die Eierbal Gaming niet kennen, die doet ook af en toe casino streams. Check ook even zijn kanaal. Inzet iets omhoog en je hebt de bonus. Dat doen we tot de 11,50. Nee, Wisdom kan je even beter links laten liggen. Dan heeft Leflin Papi net 5 ruggen mee gewonnen. Ja, Eierbal, als je een tip mag geven, maximaal op 40 cent spelen. Want die kan je helemaal leegvreten, die kast. Stop, 1 leuke hit nog. Ah, net niet lekker. Het valt bijna altijd tegen bij deze kast. Maar als die Zeus gaat bewegen is wel altijd spannend. Ik weet niet wat het is met dat spel. Het is wel verslavend.
Ja, precies, Willem. Dus mensen, kijk ook even naar het kanaal van Eierbal. Word ook even lid van hem. Buffalo King Megaways. Die Megaways kast. Misschien dat ik binnenkort ook wel een keer een Megaways stream kan doen. Maar het is best wel lastig om daar die bonus te pakken. Deze heeft het voor gezien, denk ik. Paars nog wel. Doe dan een keer een multi. Doe eens gek. Oh. Het is lang geleden dat ik een bonus heb gehad, Urote. Dat is niet te geloven. Laatste. Nee, deze gaat hem echt niet worden. Rood race nog even. Dat muziekje van Big Juan al gehoord? Nee, nog niet. Even lager inzetje, een beetje turbo. Ik wil gewoon even snel een bonusje, even kijken of hij het doet hoor. Deze kant is zo tricky. Sweet succes, Megaways. Speel ik eigenlijk bijna nooit. Net 175x gepakt. Op Pachinko 7x. 350 keer met mijn laatste 2 euro. Oh, dat is lekker. Dat zijn altijd de lekkerste. Gefeliciteerd, Hellas. Ja, misschien dat we straks mee eindigen, Max. Beter even een peuk voor... Ja, ik probeer een klein beetje minder te roken. Eierbal Gaming. Stuur even een mailtje naar info@nedergaming.nl. Dan regel ik voor jou wel een shirtje. Moet je hem wel tijdens de stream aandoen, hè? Dan ga ik hier, volgende keer zet ik een ei op mijn shirt. Pyron in hole 2. Kunnen we zo ook nog wel even doen. Heb ik nog niet echt geluk mee gehad. Yo, dat is top, Eierbal. Die runner Megaways doet bij mij ook altijd wel aardig. Buffalo King Megaways. Ja, Road Race heeft er geen zin in, zie ik wel. Tot de 1100. Flop de Killer. Ook wel een gave naam. Plodder, dat is ook lang geleden. Hey Mark, goedenavond. Dan gaat hij toch weer in afpakmodus. Doet die respin ooit wat voor jou? Eigenlijk alleen als hij daar rechts geeft. Als hij die gele autootjes te vaak laat zien, dan weet je eigenlijk al dat je moet stoppen. Maar die respin eigenlijk alleen met die twee stoplichtjes op de ene laatste en de laatste rol. Dan kan hij twee rooien geven en dan kan het soms aardig zijn. Ja, hij laat die stoplichtjes niet eens zien. Tussen twee niet. En dan weet je eigenlijk al dat je moet stoppen. Kijk, zo kan hij nog leuk vallen. Als hij twee rooien geeft. En dan zie je vaak al... Oeh, onderin. Nee. Dat is net niet weer natuurlijk. Robin is nog niet begonnen met afsluitspellen. Wordt een latertje. Ik kwam er net achter dat ik op mijn 1500 euro winst straks 30,5 belasting moet afdragen. Honden zijn het. Rune hoeft ze zeker niet. Als je bij een Nederlands casino hebt gespeeld, die betalen automatisch de kanswaalbelasting voor jou uit. Je hoeft er ook geen inkomstenbelasting over te betalen. Dus jouw 1500 euro win is gewoon een netto win. Kom op! Zuck! Oh! Zag je dat wel een tease, zeg? Dat is een rotstreek. Ja, tot de 1080 dan. Ja. Chabo, ik denk geen crazy time vandaag. Of we moeten nog echt een hele dikke win hebben. Ja, deze gaat niet betalen. Hij heeft er echt geen zin in. Tot de 1080. Een Flop de Killer. Hey Nedergaming, mijn moeder is pas overleden. Maar jouw videostreams hebben haar vaak geholpen. Ze vond het erg leuk om te kijken. Dankjewel Robin. Oh, super leuk om te horen. Of super fijn om te horen. Gecondoleerd uiteraard. Nou,
Ja, ik ben toevallig net mijn vader over kwijtgeraakt. Dus die is ook overleden een paar maanden terug. Dus ik weet precies hoe je je voelt. Dat is echt waardeloos als een van je ouders wegvalt. Dus heel veel sterkte de komende tijd. Deze gaat het me echt niet worden. Heel even reactoons nog hebben, die wil ik wel even gedaan hebben. Even kijken of hij er zin in heeft. Welke slot is het beste om een beetje geld te harken? Is heel moeilijk, Danny. Je moet er eigenlijk vanuit gaan dat je gewoon verliest. Ik vind het altijd fijn als Reactoons er zin in heeft. Dan kan je op zich leuke prijsjes mee pakken. En je kan relatief lang met je geld doen. Ja, en als je gewoon voor de entertainment wil spelen, dan kan je best gewoon slots van elk studio's doen. Ja, Fire in the Hole is ook wel super gevaarlijk, maar het is wel leuk. Ja, als we iets winnen met de Reactoons, dan gaan we Madam Destiny ook nog even doen. Ja, precies. Ja, dan... In het buitenland is dat wel zo, Rune. Maar in Nederland is dat gelukkig goed geregeld. Deze wil sowieso niet. Ik heb altijd geluk met Reactoons. Of altijd. Maar je ziet wel vaak vrij snel of hij er zin in heeft of niet. Dus als hij die random wealth niet doet, dan weet je vaak al genoeg. Ziet er nog niet denderend uit, inderdaad. Hoeveel is de start stack? 11.50 of zo. Of 11.30. Dus... Het valt mee nog voor vandaag. Sam, dankjewel jongen. Misschien dat we die straks nog even doen. Kom je wel eens een Holland Casino, vraagt James. Dat is geen lekkere. Net niet natuurlijk. Ja. Laatste tijd niet meer. Ja. Omdat je niemand mag roken. En de FTP, of het uitkeringspercentage bij Holland Casino, is gewoon belabberd slecht. En eigenlijk is dat gewoon geld in de put gooien. Want online slots, zelfs daar verlies je mee. Maar die betaal ik gewoon echt 10 keer zo goed uit. En ik, ja, als ik het doe, doe ik het eigenlijk wel meer voor een avondje uit. Kom op, geef die weld. Nee. Net niet weer. Ja, Chabo, ja, je mag wel in van die rookhokjes of zo, maar ja, ik wil gewoon, als ik aan de kas wil ik gewoon roken. En anders hoeft, vond dat ook gewoon gezellig. Drankje erbij, sigaretje erbij. En ja, dat mag niet meer, dus die gezelligheid is voor mij gewoon weg. Ik heb helaas geen erfenis ontvangen, want ze heeft alles opgegokt omdat jij zei dat het de goede kas was. Nou, hij heeft in ieder geval wel plezier gehad. Deze gaan niet worden, denk ik. Dus we gaan met de 11.30 stoppen. De slot beast hype. Heb ik iets gemist? Zijn ze bij de slot beast... Oh, ja, weld. Nou, ik heb nog een weld nodig. Nou, deze kan wel. Nee, moet een weld zijn. Nee. Net niet allemaal. Bruin. Nee. Ah. Is de raid van Slotbeast? Dankjewel mannen. Super bedankt. Hartstikke bedankt. Zit ze ook in de chat? Ik heb er even gemist. Een raid van Slotbeast. Oh. Slotbeast. Iedereen van Slotbeast. Welkom. En dankjewel Joey. Dankjewel Wim. Kom op, doe die belt. Hierna komt de groene, dus er wordt ook niks. Ja, dat redt hij wel, maar hierna een groene, er wordt nooit iets. Hoe is het mogelijk, hè? Moet je kijken.
Hij loopt wel een beetje te teasen. Oh, slotbiertje, jongens. Dankjewel, jongen. Super bedankt. Ik hoop dat bij jullie de sessie goed is gegaan. Ik hoor het morgen wel. Dankjewel, jongens. Spreek jullie morgen wel in de chat. Ik ga het ook niet lang meer maken, hoor. Ik ga straks ook nog even lekker Netflixen. Niet veel verloren. Oh, dat is top, toch? Bij mij eigenlijk hetzelfde. Niet veel gewonnen, maar ook niet veel verloren. Dus dat vind ik eigenlijk al top. Dus ik wil eigenlijk ook stoppen bij de 800-900 euro. Net doen we niet. Victor, ik sta... Ja, een kleine 100 euro verlies nu. Dus het is geen slechte avond tot de reden. Ah. Crimsy FN, lol, dat tijden geleden streamen veel kijkers hadden. Oké. Okay. Dus jij bent ook een streamer dus. Kom op, Welt. Want hierna komt de gele. Twee hitjes nodig. Oranje, blauw. Niet die. Kan, nomme. Zijn de Jehovah's er nog? Nee, die hebben we weggestuurd. Iedereen is welkom, ook Jehovah's. Maar dat was dan ook wel weer bijzonder. Oh man, hij is echt aan het teasen. Net niet easy aan het doen. En dan is het meestal helemaal niet. Ik speel vandaag bij 7-11. Rens. Ja, het gaat niet goed, maar ook niet slecht. Beetje... Ik denk een meiertje verlies of zo nu. Ja, dat is het gevaar bij die reactoons. Als hij dan... Dan lijkt hij alsof hij er zin in heeft. Maar stiekem pakt hij heel veel geld af. Ik ga morgen 50 euro storten. Op welke kast moet ik 100% spelen en welke inzet? Eierbal. Mijn eierbal... Doe dan maar die Sugar Rush 1000. Kijk of jij daar meer geluk mee hebt als ik. En als je niet te vroeg streamt, kom ik zeker kijken. Ja, ik kom weer net niet lekker. Ik heb nu geen tijd, ik moet er vroeg uit. Nee, komt goed. Ik heb straks ook geen tijd of geen zin meer, dus ga ik lekker... Maar ik ga morgen zeker kijken naar je stream. Just happy, goeie avond. Yo, ja, je bent wel weer op het einde. We zijn een beetje aan het afsluiten. Is Joey. Ik begon op 11.30, 11.40. Dus met een beetje geluk eindigen we met een klein verliesje. Dan is het helemaal prima, toch? Wil je de groetjes doen aan Yuri? Bij deze, Yuri, de groetjes namens Nedergaming. Oh! Wat is de RTP bij HC? Vraagt Sander. Ja, het verschilt een beetje. Volgens mij bij de gokhallen mogen ze... Ik pin me niet op een percentage af, maar er zijn wettelijke regels voor. Een gokhal moet minimaal 83% of zo voor mij uitkeren. Holland Casino ook iets van 90 of zo. Die zitten voor mij op... Op 91 of iets dergelijks. En als je kijkt dat een gemiddelde slot... Ja, 5-96% online is. Qua RTP. Ja, is er echt een heel groot verschil. En ze moeten gewoon die kosten dekken van het personeel, de locatie, et cetera. Die kosten hebben ze online natuurlijk niet. Kom op. Kom op, maak hem weld. Denk het niet, hoor. Nee, dat is mogelijk, hè. Ik zou nu nog Gates doen, vertrouw maar op. Met Gates gaan we straks afsluiten, Max. Als we straks afsluiten komen, moeten we nog een uur volhouden. Nee, want ik ben echt richting het einde aan het gaan. Reactoons gaat hem denk ik niet worden. Tot de 1000. Randy,
De nieuwe community compilatie. Ik denk dat die... morgen of overmorgen. Ja, reken maar op overmorgen. Oké. Ah, doe nou zo'n weld. Of in ieder geval geen plaatje. Oké. Net niet weer. Weld. Nee. Sigaretten zijn bijna op inderdaad. Sterker nog, was het laatst uit het pakje. Als je Gates gaat doen, komt er ook superbonus. We gaan het zo zien. Net op Gates of Olympus 200 gepakt met 25 cent. Oh, dat is lekker. Ja, ik had net die 50x op Gates. 2,5 van mij, hè. Dat was ook wel even welkom. Afgelopen zaterdag was ik in 100 casino. Had ik een fiche van 5 euro. Hele roulette tafel zat vol. Behalve op 8. Kan die daar ook nog op? Oh, dat is lekker, Carlito. Ah, nee. Hoe is het mogelijk, hè? Als hij me dan gewoon er bovenop gooit. Het is allemaal net niet. Kun je die even zo doen? Moet zo slapen. Dan gaan we die voor jou even doen nu. Heel eventjes. En dan sluiten we af met Gates. Oh, die... die hebben ze hier niet. sorry jongen, die hebben ze hier niet. Dan gaan we Gates nog even doen. Vapen ben ik niet echt van. Oh, Esculeto. Ook niet. Die game provider hebben ze hier niet. Money Train, daarna Gewone Gates. Ja, de Gewone Gates. Oh, wacht. Eerst nog even Fire in 0. Die had ik ook beloofd. Zo kut, hè, met die inzet dat het zo... Hey Mark! 50% RTP, dankjewel, jongen. Een money train. Ja, maar money train is veel te gevaarlijk om die bonus te pakken. Die valt bijna nooit. Robin kijkt naar WhatsApp. Wat doen al die... Ja, ik hoor heel de tijd... Bonus. Ik hoor heel de tijd allemaal die appjes binnenkomen. Dat is super vervelend. Speel je vaak Hexa? Niet heel vaak. Ik heb daar niet zoveel geluk mee. Plodder. Als we nog wel winnen met Gates, gaan we ook plodder nog even doen. Ja, ik heb inderdaad die groepsapp aangemaakt. Ik ga dadelijk een verbod instellen dat tijdens de stream mag er niet geappt worden. Net 500x topsymbool op mental, 600 euro. Oh, lekker hidde. Kom op, één bonusje. Nee. Jimmy, hoe oud ben je? Mag je raden? Je gaat het nooit raden, kan ik je alvast vertellen? Kom op, geef die bonus. Ah! Ik ga beter die turbo even uitzetten. We accepteren het appverbod. Nee, hoor, gewoon lekker appen, jongens. Gaat hij toch wel redelijk snel naar die 800 toe. Bij 59, Gates en een lang kappen. Ik wil één bonusje bij deze.
Tot de 39. Maar het is geen goed teken als hij hem zo... niet geeft, zou ik zeggen. Even... kom op, doe iets. Ja, had je op 2,53. Jimmy, 28. Ik wou zeggen, je zit in de buurt. Maar je zit er 14 jaar naast. Maar niemand gelooft het hoor. De meeste mensen vallen van hun stoel. 36 of 38, maar je lijkt jonger. Hij komt dan in de buurt. Voor over een maandje 42. Je bent 14, ja. Ja, precies. Deze heeft er geen zin in. Tot de 29. Oké, okay, één prijsje nog hierna, doe het. Oh. Peppy, dankjewel jongen. Ja, inderdaad naar Gates, bij de 29. Ah, kom op man, hij heeft er echt geen zin in. En hoe snel heel de tijd bij die 1200 blijven en dan in één keer pakken ze alles af. Deze gaat hem inderdaad niet worden. Dus we eindigen met Gates. De gewone. En bij de 800 gaan we echt stoppen. Of we moeten toevallig wel weer een hit halen met Gates. Kom op, doe het. Want net hebben we wel die leuke 50x gehad, maar geen bonus. Hoe oud was je toen je begon met gokken? Ik denk een jaartje of 16. Ik werkte toen in de free tent en bij die free tent moest ik af en toe gokken. Ringen, doe het! Zzz. Oh joh! Multi! Zzz. Oh multi! Zzz. Wow! Dat is geen slechte, start. Man zonder ruggengraat, ja precies. Yes, of course. Nee, heb ik niet gezien. 50 topslot, crazy time. Oh, daar droom ik van, joh. Ik heb één keer een 20x gehad voor mijn crazy time topslot. 50x nog nooit. Ook niet op Pachinko of een van de andere. Doe je al bijna 30 jaar gokken. Ja, als je daarover nadenkt, is het wel bizar. Een bakje koffie. Ik ben wel van de koffie. Maar ik tijdens het stream op een of andere manier altijd Red Bull. Kom op, ik wil één bonusje, maar het maakt het spannend. Heb ik weer niet mijn sigaretten echt op? We hebben er weer genoeg. Oh! Ja, dat is altijd. Maar als je meer had ingezet, dan vraag ik me ook wel eens af, dan was hij waarschijnlijk niet gevallen. Of dan was het heel anders gelopen. De grootste winnen ooit. Ja, ik zei vorige keer 17.000, maar volgens mij is het maar 12.000. Maar ik had toen met die Monopoly... ging ik wel van 1000 naar 17.000, maar dat was verspreid over meerdere bonussen. Maar dat was wel binnen een half uurtje. Maar qua één win vond ik mij 12.000 met, of 12.500 of zo met Crazy Time een paar jaar terug. Heb je ooit al zo'n slof op een dag gerookt? Nee, dat is me nog niet gelukt. Je kan ook dood op de gladiolen. Bij de 8,50, 50 euro roulette. Ik
Ja, maar dat kunnen we wel doen, maar dan wil ik wel in ieder geval één bonus hebben gehad bij Gates. Ik wil gewoon die bonus even krijgen. Toch een 2k uitcash, ja, dat is toch lekker. Voor 2 dagen genoeg, ja precies. Ja, ik heb er nog een paar. Hier ook nog een paar. Dus ik heb een pakjes genoeg. Doe het! Oh, het is het al! Hoppa! Hey, roken brengt geluk, ik zeg het toch? Hoppa! Kom op! Een 15x multiplier wil ik zien. En dan wil ik nog 8 spins over hebben. Of een retrigger. 1 van de 2. Maak het spannend. En niet... Want ik heb de afgelopen keren gehad... Dat hij echt gewoon 10 spins achter elkaar 0 geeft. Of 2x. En dan eindigen met 30 euro. Met 100 euro ben ik al tevreden. Pak even een slof. Ja, precies. Rook brengt geluk. Dan wordt... Deze, alsjeblieft, doe het. Alsjeblieft, alsjeblieft. Kom op. Niet dood, niet dood. Niet dood. Die standaard 2x, dan komt er nou nog een 3x. Die 3x, doe maar. Doe maar. Doe maar. Oeh, doe het. Oh, dat is een rotstreek. Oh. Ziet er niet heel goed uit. Kom op, maak die multi... Laat iets zien, of een retrigger. Ah, niet zo hè. Niet zo, niet weer zo. Op zijn minst een 5x of zo erbij, kom op. Ah. Was dit, jongens. Dit is meer mijn standaard Gates bonus. Hij maakt het niet eens spannend. Man, 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 man. Je moet Lucky Striker pakken. Dat brengt extra geluk. Ja, precies. Wat een drama weer. Ja, Jaram. Ja, het heeft gewoon, want ditzelfde spel speel je ook bij Toto en bij andere casino's. Het is allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus het maakt geen bal uit bij welk casino het speelt. Maar ik zit gewoon in zo'n verliesmodus. Alle bonussen zijn tegenwoordig. Ik ben al blij als ik 100 euro pak tegenwoordig. Doe het! Oh. Die was beter als de bonus. Ik rook maar 1 pakje per dag. Ja, deze misschien af en toe 2. Dit zijn wat kleinere pakjes. Kan je replays terugkijken van No Limit? Zeker hidden. Dus als je een dikke win hebt, gewoon even doorsturen. Oh. Kom op. Hoe stuur je video's door? Ja, die kan dan die link gewoon doorsturen naar info@nedergaming.nl of via de Nedergaming Discord. Oh, It's Rick heeft net de Discord al gedeeld. Ik ga heel even die andere gates proberen. Kijken of we daar nog 1 boontje mee kunnen pakken. Oh, Gates of 7-11. Ja, dat kunnen we ook doen. Rowan, nee, want ik wil echt bij de 800x stoppen. En dan vind ik het mooi geweest voor vanavond. Sugar Rush 1000 op 1 euro. Dat kunnen we dan gaan doen. De laatste 80 euro doen we naar Sugar Rush. We wisselen weer per minuut.
Dus dan deze tot de 88. Sugar Rush gaat iets langzamer, dat is misschien ook wel leuker. Kijk, kijk, mijn peukje nu oproken. Jaram, ja zeker, je kan ook gewoon via de mail sturen. info@nedergaming.nl. Sponsored by Marlboro, precies Jeremy. Kom op. Ik heb bij deze überhaupt nog nooit veel mee gewonnen. Kom op, doe iets, maak het spannend. Nee. Ja, Jaram is prima hoor. Oh! Het liefst natuurlijk een replay link, maar als je die niet hebt. Al het andere is ook goed. Nou, Sugar Rush dan als einde. Nee, vandaag een Keizer Kuitje, vandaag geen Volsum Prism. Zeg maar de 800 gaan we echt stoppen. En deze bonus wil bij mij maar niet vallen. Dus mogelijk toch nog 400 kijkers nu. Op zo'n dinsdagavond zonder aankondiging. Europapa, ja precies. Kom op. Maak één keer een bonus, al is het een 0x. Oh, nooit zeggen, want dan valt dadelijk een 0x. Distorted Volume, nee, Vlodder gaan we... Of we moeten hier nog dik mee pakken, maar... Ik denk dat dit het einde gaat zijn. Tim, nee, een kleine 300, kijk, zeg goed. We stoppen dadelijk bij 800, 330 euro verloren, denk ik. Ja, dat is niet fijn. Maar het had erger gekund. Daarom wil ik ook echt op de 800 stoppen. Dan kan ik het geld weer meenemen voor de volgende stream. Wat het verschil met de normale Sugar Rush. Deze kan tot 25.000x. En die opbouw zeg maar in de bonus. Waar die andere kon max. Moet ik even goed zeggen. 256x. En deze kan 1024x max in die bonus. Sugar Papa. Nou, het is net andersom bij deze, want hij heeft voorlopig alleen maar geld afgesnoept. Geen problemen gehad. Yes, of course. Jason, die las ik ook. Prima, maand 7 geleden. Oké. Fist of Destruction. Daar ga ik binnenkort een review van doen, Pascal. Ja, deze bonus wil bij mij gewoon niet vallen. Mailzorg, dit is inderdaad mijn hoofd kunnen komen. Dus dan is het niet fijn als je alleen maar verliest. En net als heel veel verzoekjes van, want ik speel heel graag die live games. Heel veel mensen vragen er ook elke keer om. Maar goed, als je heel veel verliest, dan is het niet heel verstandig om die live games te gaan spelen. Dus die speel ik eigenlijk alleen maar winst. Dildo's links. Ja. Kom, nou een leuke hit. En dat doet hij weer niet. Had gisteren 630x, alleen op 10 cent. Was netjes Pascal. Ik heb er nog niet één keer mee gewonnen hier. En ook nog niet eens één keer een retrigger gehad in de bonus. En we hebben dus toen straks al gespeeld, maar die bonus die valt gewoon niet bij mij op een of andere manier. Dus ik ben gewoon gedoemd voor deze kast. Easy Toy sponsor, ja precies. Erwin, nee, we zijn aan het afsluiten. We stoppen bij de 800. Dus het is hopen dat we hier nog een bonusje mee pakken. Het is niet heel slecht gegaan. Lange tijd bleven we rond de 1100 zitten, waar we ook mee begonnen. Maar de laatste half uur heeft hij flink afgepakt. Ik heb geen stabiel inkomen, Keizer Kuitje, maar daar ben ik wel aan naartoe aan het werken. Met behulp van al die samenwerking en dergelijke.
Hoeveel spins heb je gedaan? Nou, ik zeg al een kleine 2000 euro of zo. Ik heb 6 tot 8 bonus gehad. Waarvan er 7 niet verder kwamen als, wat is het, 5x. Het is echt een alles of niets kast. Oh, 36x op Pistol Destruction. Oké, netjes. Ik zeg al, binnenkort kan ik daar een reviewtje van maken. Nou, kom, dan die gele erbij. Nee, zelfs dat niet. Joost Klein, droom groot. Precies. Ah, kom op, 1 bonusje, doe het. Voor de stream. Zet even die streamer RTP aan, kom op. Serretjes dan op zijn minst. Ja, Kjolp, en dit, je moet deze vergelijken met Razor Shark en die Razor Returns. Die Razor Returns was ook leuk, maar letterlijk alles of niets. Dus deze is leuk om te spelen als je toevallig die mega klapper hit. Maar ik zal hem echt op een mini inzet gaan spelen. Ah, kom op, 1 bonusje, doe het. Altijd als een keer een stream is, kijk hem helemaal terug. Maar het was wel gezellig hoor in het begin. En we hebben ook wel wat grappige dingetjes gedaan. We zijn ook live geweest bij de Slotbeast. We zijn ook live geweest bij Roulette. We hebben ook... dus in het begin was het weer een warmheid en top. Dus het was wel gezellig, maar qua geld was het weer drama. Wat zijn naast Mental je favoriete slot van No Limit? Ja, Road Rage toch wel vooral. En de rest speel ik een beetje tussendoor. Bijvoorbeeld zo'n Wild West Duels. Dat is dan van Pragmatic. Die vind ik dan ook leuk. Hoe bevalt die nieuwe Sugar Rush? Heel lastig. Hij is mij nog niet goed gezind. Laten we daarop houden. Is een video van 6 minuten. Jaram, daar zou je bijvoorbeeld... van die veldtransfer dingen kunnen gebruiken. Kom even niet op de naam. Maar anders stuur ik gewoon even een mailtje met wat... dat je hem niet kan sturen. Dan stuur ik jou wel een linkje. Oh, wie transfer? Dan kan je hem ook... dan kan je hem makkelijker versturen. Fire in the Hole 2. Op zich een leuk spel. Maar met die X-bet is het gewoon gevaarlijk. Het is wel leuk dat je vaak bonusjes hebt. Maar dat is zelfs bij Money Train. Dan moet je gewoon, als je één keer zo'n geluksklapper hebt, dan is het leuk. Maar als het altijd zoals dit is, dat je nooit een bonus krijgt, dan heb je er een haat-liefdeverhouding mee waarschijnlijk. Kom op. 24 draaien nog. Hij heeft nog niet één keer spannend gemaakt. Kom op. Denk dat het einde in zicht is, jongens. Ja, als iemand... Ik speel ook liever zonder X-Bet, hoor. Dan duurt het wel wat langer, maar dan heb je niet... Oh, dat was een mooie timing geweest. Ik doe inderdaad geen illegale filmpjes meer accepteren voor de community compilatie. Maar ik zeg dat binnenkort wel misschien een Engels kanaal open. Dus ik stuur hem toch maar door. Dan, misschien dat ik hem voor het Engels kanaal ook straks community compilatie ga doen. Dan zal ik hem meenemen. Paars bovenin. Oh, dat is mogelijk, hè. Nou, deze kast is mij niet goed gezind. My English is perfect. Oh. Nee, je gaat hem echt niet worden, jongens. Helaas. Laatste. Of één na laatste. Laatste. Nee, het is niet gegund vandaag. Maar goed, het heeft wel wat gekost, maar het had erger gekund. Maar het is wel jammer, 400 kijkertjes en ergens heb ik nog wel zin, maar ik ben gewoon ook keimoe.
En ik moet nog wel voorbereidingen doen voor nieuwe samenwerkingen die eraan zitten te komen. Dus ik ga het voor vanavond voor de gezien houden. Kan Dennis ook lekker Big Brother gaan kijken? Toch onder die 800. Ja, precies 7 cent. Ik ben nooit consequent, hè. Nee, ik ga het echt voor gezien houden. Ik ben ook dood op. Ik ga lekker even douchen. Stokbroodje eten. En dan plof ik daarna mijn bed in. En ja, ik ga binnenkort... Dus, komt er een bonus hunt aan als afsluiting van dat Push Gaming toernooi. Kan ik dit geld mooi voor gebruiken. En daarna ga ik naar Malta. Dat gaat ook veel geld kosten. En ik zeg al, in Malta ga ik leuke dingen doen met de Slotbeast en wat andere streamers. Dus dat is over een kleine 2 weken al. Dus dat gaat allemaal snel. Iedereen super bedankt voor het kijken. En ja, ik zie jullie snel weer. Ik weet nog niet precies wanneer, maar jullie zien me wel weer verschijnen. Kom maar goed. Even afsluiten. Nee, ik zeg voor vandaag is het echt klaar. Iedereen hartstikke bedankt. Ik ga echt even de douche in knallen. En ik zie jullie later weer. Nogmaals, iedereen super bedankt. En een fijne avond. Joe.